Guy, Ilke, would you please come forward and tell us what we need to know for the rest of our lives? Amen. So good. Amen. Thank you. Did you enjoy the conference so far? Hebben jullie genoten van de conferentie zover? So, we gave you a lot of information. Ik heb je heel veel informatie gegeven. And I will encourage you. En ik wil je bemoedigen. To go back. Om terug te gaan. Over some of the informations that you receive. Over de informatie die u ontvangen hebt. Over and over and over again. Om er opnieuw en opnieuw over te gaan. Until you know, it becomes second nature, and totdat het uw tweede natuur wordt. And some of the exercises that we're going to be doing here. En sommige van de oefeningen die we gaan samen doen. During the activation. Tijdens de activatie. Is going to be the same thing. Zal hetzelfde zijn. You will learn the concept. Je zult het concept leren. But then you can go over some of these again on your own. En dan kan je er alleen weer over gaan. So that you can be able to master some of this. Zodat u er een meester kunt in worden. And I am so thankful for Ik this group that is here. Ik ben zo dankbaar voor deze groep die hier is. And this is not to we are not throwing stones at people that couldn't make it. En wij gooien geen stenen naar de mensen die niet konden komen. We're not saying that we are better than the people that didn't come. We zeggen niet dat we beter zijn dan de mensen die niet konden komen. Dat is niet wat ik zeg. But I don't understand people have situations. En ik weet dat mensen situaties hebben, dingen die waar ze moeten voor zorgen. But at the same time, I'm thankful for the group that is here. Maar ik ben heel dankbaar voor de groep die hier is vandaag, die hongerig zijn, die door willen duwen. You know, to be able to sit through all these sessions. Om naar alle sessies te komen. You know, and you're still here smiling. U bent hier en u lacht. Praise God. Prijs God. You know, you're still smiling when you see me. And u glimlacht nog als u mij ziet. That's amazing. Dat is speciaal. You know what a Pharaoh preacher is. Weet je wat een farao predikant is? Do you know what Pharaoh refused to do? Weet je wat farao weigerde om te doen? Pharaoh refused to let God's people go. Farao weigerde Gods volk te laten gaan. And a preacher that preaches for so long is a Pharaoh preacher. En een predikant die heel lang predikt is een farao predikant. And that's when Pastor Moses have to say, please let my people go. En daarom moet Pastor Richard, Pastor Moses zeggen, laat mijn volk gaan. So there was a pastor that was visiting. He was visiting a lady from his church. Er was een voorganger die een vrouw van zijn gemeente bezocht. Her name was Mrs. Jones. En haar naam was mevrouw Jones. So Mrs. Jones was in the hospital and the pastor went to see her. En mevrouw Jones was in het ziekenhuis en de pastor ging haar zien. And he was saying, en hij zei, we the church we're praying for you. Als de kerk we bidden voor jou. We're believing God with you. Wij geloven God met jou. We're standing with you. We staan met jou. But next to the bed there was a plate full of nuts. En naast het bed van die mevrouw stond een bordje vol met nootjes. And this pastor really loves nuts. En die voorganger hield echt van nootjes. And every time he was encouraging her. En elke keer toen hij haar bemoedigde. He always reached down. Reikte hij zijn hand uit. And took a note. En nam een nootje. And took a nut and was eating. En nam een nootje en at een nootje op. And before his visit was over. En voordat zijn bezoek voorbij was. He ate all the nuts. At hij al haar nootjes op. And then he started to feel bad. En dan voelde hij zich niet goed. He said, en hij zei, Mrs. Jones, I'm so sorry. Mevrouw Jones, sorry. I ate all your nuts. Ik heb al je noten opgegeten. I'm gonna buy you some new ones. Ik zal er wat meer kopen voor jou. Mrs. Jones said, en mevrouw Jones zei, don't worry about it, pastor. Je moet er niet mee inzitten, voorganger. I already sucked all the chocolate that used to be around it. Ik heb al de chocolade die rond was al afgezuigd. Of afgezogen. Thank you for your enthusiasm. Dank u voor jullie enthousiasme.
If you don't know, that was a joke. Dat is een grapje, oké? Most people laugh at a joke 3 times. De meeste mensen lachen wat 3 keer met een grapje. First time when they hear De eerste keer als ze het horen. Second time when someone explains it to them. De tweede keer als het iemand hen uitlegt. And the third time when they finally understand. En de derde keer als het uiteindelijk begrepen. If somebody's not smiling next to you, tell them wait for it. Als iemand niet lacht naast jou, zeg dan wacht op de uitleg van het grapje. Wait for it. Wacht ervoor. It's interesting that. So Father God, we just pray right now, Vader Holy God, Spirit, we invite you in this session. You are the best that can teach us, U bent de beste die ons kan that leren, can lead us and that can guide leiden. Us. We ask you to breathe upon us, give us Wij the wisdom. Vragen u om te blazen op ons en onze wijsheid in Jesus' te geven, in de naam van Jezus. Amen. 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 It's also good to see Bert here. Het is ook that goed is here. Om Bert te zien. Amen. Pastor Bert. Pastor yeah. Bert. Praise the Lord. So, in 1 Timothy chapter 4, verse 14. In 1 Timotheus 4, vers 14. It says, do not neglect your gift, which was given you through a prophetic message when the body of elders lay hands on you. Veronachtzaam de gave in u niet die u krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. En 1 Timothy chapter 1 verse 6 says 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 6 stir the gift. 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 6 wakker de gave Gods aan. Wakker, I like that. Wakker de haven Gods aan. Awake? Yes. That means awake? Yes. I like that. I just saw that I understood what you meant. Awake. Ik begreep Waka. Wat het zei in het Nederlands. Like wakker. 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 Wakker, wakker. Wakker. Make a wakker. Make your prophetic wakker. Maak het profetische wakker. Make your gift wakker. Maak uw haven wakker. Fan into flame. Zet in vuur. So it's clear uw here. Gave. Het is duidelijk hier. The gifts of the Spirit. De gaven van de Heilige Geest. Yes, are inspired by the Holy Spirit, but they are stirred by an act of the human will. Ja, ze worden door de Heilige Geest aangestroomd, maar ze worden aangewakkerd door de menselijke wil. Otherwise, Paul would not say to Timothy to stir. Anders zou Paulus niet zeggen tegen Timotheus, maak het wakker, wakker het aan, zet het in vuur. Mata wakker. Wakker. Mata wakker, I like that. Maak het wakker. Why would Paul say that? Waarom zou Paulus dit zeggen? You have a responsibility. Omdat u een verantwoordelijkheid hebt. To fan the flame, the gift. You heard about the gift. Om de vlam te laten branden. Your spirit has heard of faith. It's active. Your faith has been stirred in this area. Uw geest is aangewakkerd op dit gebied vandaag. But many people wait for some irresistible urge to use their spiritual gift. Maar vele mensen wachten om een onweerstaanbaar gevoel in hen om hun haven te gebruiken. Listen, God is not looking for robotic followers. God zoekt geen robotische volgers die al net als robots zijn, die geen keuze hebben. But to follow him. Dan hem te volgen. Man is different amongst all the creatures or creation of God in the sense that God has given to man the power of choice and self-determination. De mens is anders dan alle andere schepselen omdat de mens de kracht heeft van zijn eigen keuze en zijn eigen wil. And God is always looking for family, friends and partners. En God zoekt vrienden, families en partners. You know, so that his supernatural can flow in your natural. Zodat zijn bovennatuurlijke kan stromen in jouw natuurlijke. I teach this sometimes saying that there are some spiritual laws that have been established. Er zijn geestelijke wetten die gemaakt zijn. James says a body without spirit is dead. Een lichaam zonder geest is dood. And faith without action is dead. En geloof zonder handelingen is dood.
If you are a spirit, als u een geest bent, you need a body to function on the earth. Dan hebt u een lichaam nodig om te functioneren op aarde. How many of you have ever met the Holy Spirit as you're driving down the road? Wie van u heeft al eens de Heilige Geest ontmoet toen u op de straat reed? The Holy Spirit lives in you. Nee, de Heilige Geest woont in u, in mensen. Why is it that demon spirit have a ministry of oppression, depression and possession? En demonen, ze hebben een bediening van belasting, depressie, bezetting. Possession. You see, the disobedience of man, de ongehoorzaamheid van de mens, created shared authority between the devil and man. Schiep gescheiden autoriteit tussen God en de mens. So the devil cannot do anything on earth without human agreement. Zo de duivel kan niets doen op de aarde zonder dat een mens akkoord is met wat de duivel wil doen. Hello. So de duivel heeft de mens nodig om te aarde om te functioneren. Just check out throughout history, there's always a human figure wherever there's evil. Als we kijken in de geschiedenis, er is altijd een mens where he has die het slechte doet. Agreement de duivel, to release his will on the earth. De duivel vond een akkoord bij een mens om de wil van de duivel op de aarde uit te voeren. Luke 11, that's what an evil spirit refused to live in the place called no man's land. Lucas 11, slechte geesten willen niet in het land van niemand leven. It says when an unclean spirit comes out of a man, he goes into the wilderness seeking rest and finding none. Als een onreine geest eruit komt, dan vindt hij geen rust. There's no man. Omdat er geen mens is dat hij kan bezitten. So they can't really operate without agreement. Ze kunnen niet werken zonder het akkoord van de mens. And they're relegated to a abstract concept. En als ze niet in een mens zijn, zijn ze in een abstract concept. So they have to come back to the house where they came out of. Daarom moeten ze terugkomen naar het huis waar ze vandaan komen. So evil spirit are always looking for agreement. Slechte geesten zoeken altijd een akkoord om te werken op de aarde. Because if you're a spirit, you need agreement on the earth want to function. Als u een geest bent, hebt u een akkoord nodig op de aarde om te functioneren. So the Holy Spirit, so de Heilige Geest, wants to partner with you. Wil een partner zijn met u. On the positive side, aan de positieve so kant. He's supernatural can function in your natural. Zodat zijn bovennatuurlijke kan functioneren in uw natuurlijke. An act of the will. Maar het neemt een handeling van onze wil. So this scripture here tells us that it's our responsibility. Zegt dat het onze verantwoordelijkheid is. Not to neglect our gifts. Om onze gaven niet te negeren of te verwaarlozen. To fan them into flame. Maar ze in vlam en vuur te zetten. To stir ourselves into action. Om onszelf op te wakkeren om in actie te komen. And this is what activation is all about. En dit is waar de activatie over gaat. So, you know, these exercises that we are going to do. En deze oefeningen die we gaan doen. Are going to help you discover many ways to fan into flame. Gaan je helpen om te ontdekken hoe je in vuur en vlam kunt zetten. The gift of God that is within you. De gave van God die in u is. Prophecy of moving in the gift. Profetie of het bewegen van in de gaven. Should never be a form or a formula. Mag nooit een formule zijn of ja, formule zijn of een vorm zijn. So what were these exercises are not like. Formula. De oefeningen die we gaan doen zijn geen formules. The prophetic is meant to be a divine dialogue between you and the Holy Spirit. De profetische is een goddelijk dialoog tussen u en de Heilige Geest. But what these exercises are designed. Maar waar die oefeningen voor zijn. Is to be trigger for greater conversation with God. Zijn trekkertjes om grotere conversatie te hebben met God. Does that make sense? Begrijpt u het? So these are triggers. Dit zijn trekkertjes, middelen, so, manieren. So unfortunately, some Christians misunderstand the definition of practicing the gifts of the Holy Spirit. En sommige christenen misbegrijpen het oefenen van de stem van God te horen. What we're not doing here, we are not practicing here. So that the Holy Spirit can improve his gift. Zodat de Heilige Geest zijn gaven kan verbeteren. Do you understand? Begrijp je het? But we are practicing to improve our ability to flow with what the Holy Spirit is doing. Maar wij oefenen zodat wij beter kunnen horen wat de Heilige Geest aan het doen is of doet. You see in the scripture that Elijah mentor
some young men called the sons of the prophet. Elia, he was the mentor for sommige jonge profeten, zonen van profeten. These young spiritual men studied under the guidance of these prophets. En de jonge profeten studeerden onder de leiding van de oudere profeten. In what was called the school of the prophet. Tomorrow morning I'm going to preach a powerful message about the school of the prophet. En ze waren de school der profeten. En morgenochtend ga ik spreken over de school der profeten. Although the sons of the prophet were based in out of Naoth in Ramah. Die zonen van de profeten kwamen uit Nedolf in Rama. They wandered through the wilderness practicing their prophecies. En ze gingen rond in de wildernis in de woestijn om hun profetieën te oefenen terwijl ze een mentor hadden en terwijl ze onderwijs kregen. And 1 Samuel chapter 19 verse 20 it says Samuel 19 vers 20 Then Saul sent messenger to take David. But when they saw the company of the prophets prophesying with Samuel, standing and presiding over them, the Spirit came upon the messengers of Saul, and they also prophesied. 1 Samuel 19, vers 20. Zond Saul boden om David te halen. Deze zagen een groep profeten in geestvervoering met Samuel aan hun hoofd. En de geest Gods kwam over de boden van Saul, zodat ook zij in geestvervoering geraakten. Practicing the gifts of the Spirit should take place in an atmosphere of love. En het oefenen van de gaven van de Heilige Geest moet gedaan worden in een atmosfeer van liefde. A culture of spiritual authority. Een cultuur van geestelijke autoriteit. You know, we have a bishop. We hebben onze bisschop hier. I just give you a new title. No, I'm just kidding. We have Pastor Richard is here. Pastor Richard is here. There's some elders from the church. En er zijn hier oudsten van de gemeente, van de kerk die hier zijn. So this is a safe environment. Dit is een veilige omgeving. Where we can do these exercises. Waar we die oefeningen kunnen doen. And you know, nobody's going to watch you on the internet en if you're scared. En niemand zal naar u kijken op het internet als u bang bent. So This is a kind of atmosphere. Dit is de soort atmosfeer where we can do these types of exercise. Waar we zo'n oefeningen kunnen doen. Without being submission to true spiritual authority, we are like contractors who build a skyscraper without foundation. Als er geen geestelijke autoriteit aanwezig is, als we in de haven van de Heilige Geest bewegen, is het net alsof we een heel hoog gebouw bouwen zonder dat er een fundament is in het gebouw. And the first wind that comes, everything will collapse. En in de eerste wind die komt, gaat het gebouw helemaal invallen. So we prepare to activate this prophetic grace, this prophetic grace. Laten we klaar zijn om deze profetische genade te Let's activeren. Lay out some ground rules. En laten we wat regels zetten. Number one, be positive. 1, wees positief. Tell somebody, be positive. Zeg tegen je buur, wees positief. Amen. Amen. Look for treasure, not trash. Zeg, kijk, zoek voor de schatten, niet de vuiligheid of de vuilnis. Number 3, be brief. Wees kort. Be brief. Wees kort. All right. Okay. Next, be kind. Wees vriendelijk. Be kind. Wees vriendelijk. Next, be humble. Wees nederig. Be humble. Wees nederig. And lastly, be bold. Wees courageus, moedig, dapper. Be bold. Amen. Wees dapper. And so we see here that in 2 Kings chapter 10. We zien in 2 Koningen hoofdstuk 10. You can take your Bible there. 2 Koningen hoofdstuk 6. We're going to pray. We gaan dan bidden, 2 Koningen hoofdstuk 6, vers 10 tot 17. 2 Koningen hoofdstuk 6, vers 10 tot en met 17. The king of Israel sent to the place about which the man of God had told him. Thus he warned him, so that he guarded himself there more than once or twice. Now the heart of the king of Aram was enraged over this thing. And he called his servant and said to them, Will you tell me which of us is for the king of Israel? One of his servants said, No, my lord, O king, but Elisha the prophet who is in Israel, tell the king of Israel the word that you speak in your bedroom. So he said, Go and see where he is, that I may send and take him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dothan. He sent horses and chariots and a great army there. And they came by night and surrounded the city. Now,
when the attendant of the son of the man of God has risen early and gone out, behold, an army with horses and chariot was circling the city. And his servant said to him, alas, master, what shall we do? So he answered, do not fear, for those who are with us are more than those we are with them. Then Elisha prayed and said, O Lord, I pray, open his eyes that he may see. And the Lord opened the servant's eyes, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots and of fire around Elisha. 2 Koningen hoofdstuk 6, vers 10 tot en met 17. De koning van Israël zond dan mannen naar de plaats die de man Gods hem genoemd en waarvoor hij hem gewaarschuwd had, zodat hij zich daar in acht kon nemen. En dat niet slechts 1 of 2 maal. En het hart van de koning van Aram werd hierover verontrust. Hij ontbood zijn dienaren en hij zeide tot hen, kunt gij mij niet meedelen wie van de onzen op de hand van de koning van Israël is? Toch een van zijn dienaren zeide, nee, mijn heer de koning, maar Elisa, de profeet in Israël, deelt aan de koning van Israël de woorden mee die gij in uw slaapkamer spreekt. Toen zeide hij, gaat en ziet, waar is hij? Dan zal ik hem laten gevangen nemen. Nadat hem gemeld was, zie, hij is te dood dan, zodat hij daar geen paarden en wagens en sterk leger. Zij kwamen des nachts en omsingelden de stad. Toen de dienaar van de man Gods des morgens vroeg opstond en naar buiten trad, zie, een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zeide tot hem, ach, mijn heer, wat moeten wij doen? Maar hij zeide, vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Toen bad Elisa, Heere, open toch zijn ogen, opdat hij zien. En de Heere opende de ogen van de knecht, en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Hallelujah. So this was an activation. Elisha prayed for his servant. Dit was and the Bible een activatie. Elisa bad voor zijn dienstknecht. And God opened. En God opende de ogen of his servant. Van zijn dienstknecht. So in the beginning here we're gonna pray a couple of prayers. In het begin wil ik enkele gebeden bidden. We're gonna ask God. Wij gaan vragen dat God to open our eyes. Onze ogen zal openen. We're gonna ask God. Wij gaan vragen dat to God release the gift of prophecy. De gave van profetie zal vrijzetten. We're gonna ask God. Wij gaan vragen dat God to open the gift of the word of knowledge. De gave van het woord van kennis gaat vrijzetten. Just raise your hands. Steek je handen op. Father God, Hemelse Vader, we pray. Wij bidden u. We know that there is a grace. Wij weten dat er een genade is. In this room. In deze plaats. After all the teachings we have given. Na al het onderwijs die gegeven werd. We know that the gift. Wij weten it's dat available. De gave beschikbaar is. So I pray right now. So ik bid nu. Just like Elisha prayed. Net zoals Elisa bad. Open their eyes. Open hun ogen. Open their eyes. Open hun ogen. Activate their sight. Activeer hun zicht. Activate their hearing. Activeer hun gehoor. Open their spiritual senses. Open hun geestelijke zintuigen. Open their sensitivity. Open hun gevoeligheid. Open their vision world. Open hun visionenwereld. Open their dream world. Open hun droomwereld. Let them see pictures in motion. Laat hen panoramic beelden vision. In motie zien, panoramische beelden. Oh God, let them see symbolic languages. Dat ze zullen symbolische visions, taal zien. Visionen. Holy Spirit. Heilige Geest. Let them feel sympathetic pain. Laten ze sympathische pijn voelen. All the different aspects that we discussed the last couple of times. Al de aspecten die we deze morgen besproken hebben. Just take a deep breath right now. Spirit of God. Neem een diepe adem nu. Breathe upon them. Adem over hen. You said Jesus. The scripture says Jesus breathed upon them Jesus and they received the Holy Spirit. Op hen en zij ontvingen so de Heilige breath of God. So the adem van God. Go inside of them. Ga binnen in just hen. Take a deep breath right neem now. Diepe adem in the name of in Jesus, de naam van Jezus. We loose that impartation. We zetten vrij die impartatie. We call inhaven. That prophetic gift. En wij roepen voor de higher, profetische higher, hoger. Deeper and deeper. En dieper. Let those wells. Laat die bronnen be waterputten. Where there has been, oh God,
a quenching of the spirit, or waar de geest a grieving of the spirit. Waar de geest we pray for healing. Where there has been hurt because of people not using the gift right. Doordat de mensen we pray for healing. Gave op niet op de juiste manier hebben gebruikt. In Jesus' name. So have your way, Lord. Heb uw weg, Heer. In Jesus' name. De naam van Jezus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So first of all, I want everybody to close their eyes. Ik wil dat iedereen zijn ogen gaat sluiten. And just relax. And relax. And just take a deep breath. En neem een diepe adem. Now in your mind. Nu in uw gedachten, of in uw hoofd. I want you to go to a place. Wil ik dat u gaat naar een plaats. I'm gonna call it Hawaii. Ik noem het Hawaii. You're away from your kids. Je bent weg van je kinderen, van je werk. You're away from all your responsibilities. Je bent weg van al je verantwoordelijkheden. It's beautiful. Het is mooi. The water is blue. Het water is blauw. You can hear the wave washing over the shores. Je hoort de golven op het strand. You're laying on the beach. Kids, je ligt op het strand. Kids are playing on the beach. Kinderen spelen op het strand. There's even music. Er is muziek. Oh, the wind is blowing on your face. De wind waait op je gezicht. It is such a beautiful place. Het is zo'n mooie plaats. Vrede. And rest. And you're having a good time. Je hebt een goede tijd. Oh, you love this place. Oh, je houdt van deze plaats. You enjoy. There's no stress. Je geniet ervan. Er is geen stress. Just take a deep breath right now. Neem een diepe adem. Open your eyes. Open je ogen. Come back. Kom terug. You're not in Hawaii. Je bent niet in Hawaii. You're in Amersfoort. Je bent in Amersfoort. In the Netherlands. In Nederland. Let me ask you a question. Ik wil je een vraag stellen. How many of you saw a beach? Wie van u heeft er in je hoofd een strand gezien? Raise your hand. Steek je hand op. Very good. How many of you saw water? Wie van u zag er water? How many of you saw waves? Wie van u zag er golven? How many of you saw children playing on the beach? Wie van u zag kinderen die speelden op het strand? No children. How many of you felt the wind blowing on your face? Wie van u voelde de wind die blaaide op je gezicht? How many of you heard music? Wie van u hoorde muziek? So, what this exercise is designed to do? Waar deze oefening dient? It is designed to show you. Deze oefening wil je tonen. That in your mind there's a pictorial center. In onze gedachten of in ons hoofd. Dat wij een visuele setting hebben daar. Like a screen. Het is net alsof een scherm. Where you are able to see things. Waar je dingen kunt zien. Images. Beelden. And this will be the place. En dit is ook de where plaats. Where many times. Waar vele keren. The Holy Spirit. De Heilige Geest. Will give you images. Jouw beelden zal tonen. Or sometimes panoramic vision. Of soms panoramische visioen. Some of the concepts that we discussed about. Sommige van de concepten waarover we deze morgen spraken. And we talk about tuning in. En als we spreken over. We talk about. Daarna luisteren of daar. Your spiritual antenna. Daarvan ontvangen als uw geestelijke antenne. That can be likened to a, you know, a television antenna. Onze geestelijke antenne kan vergeleken worden met een tv-antenne. Where the clarity of the image depends sometimes on the positioning, the correct positioning. Waar de duidelijkheid van wat je ziet of hoort op de tv. The availability of airwaves. Dat hangt af van de positie van de antenne, hoeveel radiogolven of hoeveel golven er beschikbaar tuning. Zijn in de lucht en het juiste intunen. So when you quiet yourself, als je jezelf stil maakt, one of the expressions that you will find from the Holy Spirit, een van de uitingen die je zal vinden van de Heilige Geest, is that he will project images. Is dat hij beelden zal projecteren in your mind. In je gedachten. And remember the tissue principle. En herinner u het zakdoekprincipe. That many times principe. This will be a trigger. En als je een beeld ziet, dat is het begin. It will be a piece of the het puzzle. Trekkertje, het eerste stukje but van de puzzel. But as you move forward with it, maar als je er verder mee beweegt, dan gaat iets, nog iets komen. En this nog is iets very komen. Important. Dat is heel belangrijk. So this is a fundamental exercise. Dat is een fundamentele oefening. To kind of just create an awareness. Om je te tonen dat je een beeld hebt, een scherm hebt in je gedachten of je hoofd. So it's always important. En het is belangrijk. To recognize. Om te herkennen. That when we talk about these things. Dat als we over die dingen spreken. Is that everything that we see.
Dat alles wat we zien, we always have to test it. Dat we het testen in the context, in de context of the word of God, van het woord van God, and the spirit of God, en de geest van God. This is very important. Dat is heel belangrijk. To always have that balance. Om altijd dat goede evenwicht and te also, hebben. It's also important to have the discipline of being able to focus and tune in. Het is belangrijk dat we de discipline hebben om gefocust te zijn en in te tunen. So I have a principle that I call is called divine hesitation. En ik heb een principe dat ik noem een goddelijke aarzeling. Which means that I'm hesitant, not because I don't know what to do or what to say. Dat betekent dat ik soms aarzel, niet omdat ik niet weet wat ik moet zeggen but I'm of allowing doen. Maar ik sta toe the Holy Spirit dat de Heilige Geest to show to me mij toont to give me that prophetic trigger om dat profetisch trekkertje te geven for the prophetic flow. Voor de profetische stroom. In this case, in dit geval, soms you may see a body part. So we're going to go to exercise number two. En wij gaan naar de tweede oefening gaan, of de eerste oefening. Is going to be see it. Zie het. See it. Zie het. Somebody says see it. Iemand zegt zie het. So now what we're going to do. En wat wij nu gaan doen. We are going to ask God. Wij gaan God vragen. To give us words of knowledge. Dat hij ons woorden van kennis zal geven. But. Maar. The way we're going to receive those words. De manier waarop dat we die woorden gaan ontvangen. Are going to be two ways. Is op twee manieren. God may show us body parts that needs to be healed. Wij gaan vragen dat God ons lichaamsdelen zal tonen die genezing nodig hebben. That's one way. Dat is één manier. The other way is. De andere manier as is. As you get into that focus mode. Als je in die focusmode bent. In our teaching earlier, we talk about. In het onderwijs hebben we gesproken over. Sympathetic body pain. Sympathische pijn in je lichaam. Holy Spirit impressions. Indrukken van de Heilige Geest in je lichaam. In your body. In je lichaam. So you may right now you have no pain, but you may there might be an awareness of a pain. Nu heb je die pijn niet, maar plots als wij gaan vragen dat God ons een woord zal geven, kan je misschien een pijn hebben in je lichaam die je vroeger niet had. A pain that will that you would feel that you didn't have before. Een pijn dat je gaat voelen in je lichaam die je ervoor niet had. That could be a word of knowledge. Dat kan een woord van kennis zijn. Or, of, you may see a word. Misschien zie je een woord. With the name of a disease. Met een woord van een ziekte. Does that make sense? Begrijp je het? Or, of, you may have an impression. And how? Misschien heb je een indruk. How the impression works is like this. En hoe die indruk werkt is zo. You have a sense of knowing. Je hebt een gevoel van weten. That God wants to heal a certain condition. Dat God een bepaalde ziekte wil genezen. And those impressions sometimes are very subtle. You have to lean in and tune in. Die indrukken zijn soms subtiel en daarom moet je luisteren, aandachtig zijn. Do we understand what I'm saying? Begrijp je wat ik zeg? So, along these lines, en volgens deze lijnen, we're going to close our eyes. Gaan we onze ogen sluiten. Say, Father God, zeg Hemelse Vader, ik vraag u to give us words of knowledge om ons woorden van kennis for te healing. Geven voor genezing. For healing. Healing. It's both feel it. Misschien ga je het voelen. And see it. Of het zien. Je so gaat een pijn voelen of een lichaamsdeel zien. So it's two in one. Twee in één. You may see it. Misschien zie je een lichaamsdeel. You may feel it. Misschien voel je een pijn in je lichaam. Thank you, Lord. We just dank pray right Heer. Now. Holy Spirit, we thank you for your presence. Wij danken u, Heilige Geest, voor uw tegenwoordigheid. We ask you right now to move into this crowd. Om te bewegen. Thank you for the activation. Deze mensen, dank u voor de activatie. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Hallelujah. Hallelujah. Just listen. Tune in. Luister, tune in. Thank you, Lord. And is in while you're doing this, if somebody is receiving something, they could just raise their hand. En als u een lichaamsdeel gezien hebt of een pijn gevoeld hebt, dan mag u uw hand opsteken. Ja. Yeah.
come back. Okay, doe maar je ogen terug open. All of you with hands up, stand up. Al zij die hun hand hebben opgestoken, staat u maar recht. I'm gonna have you come and help me. Ik wil dat je mij komt helpen. I'm gonna have you come and help me. So, you know, can we have? I want you to take this microphone. And I want you. We're gonna start. Let's start over here. Take this microphone to this lady over here. Maar naar deze mevrouw. En ik wil dat je gaat delen. Ik wil dat je gaat delen wat je gezien hebt of gevoeld hebt. Ik werd bepaald bij het woord lever. She was liver, the word liver. The word liver. Very good. Super. So immediately. Direct. We have this word. We hebben dit woord lever. So our reaction. That's a revelation. Dat is de openbaring lever. So the interpretation. What is the interpretation? Causes us to step into symbolic thinking. Nu gaan wij in symbolisch denken doen. Remember, we talk about symbolism. Wij spraken over symbolisch denken. A liver. What does that mean? Wat betekent dit? So we, of course, the Bible doesn't say anything about liver. So de it's an extra niets over een biblical lever. Revelation. But what does that mean? It could be that God wants to heal somebody. Dat God iemand wil genezen. Who has a condition with the liver. Die een probleem heeft met zijn lever. So that would be our interpretation. Dat is onze interpretatie. So the delivery. Nu de vrijzetting van dat woord, het delen van dit woord zal zijn. If she's in a meeting. Als zij in een dienst where zal she's zijn. Not ministering, waar zij niet predikt but of de bediening in charge is. Of the meeting, maar er is iemand. En iemand anders die vooraan staat, kan ze misschien naar een leider gaan en zeggen, ik heb een indruk over een lever. And then the leaders en dan de leiders zullen, it's appropriate to share it now or later. Zullen besluiten of dat het oké is om het nu te delen of het later te delen. Now, if it's your meeting where you're invited to speak, nu, als het uw dienst is waar u de predikant bent, you can have then the liberty dan kunt u de vrijheid hebben say, om te zeggen, is anybody is hier iemand in this room in deze plaats that has a condition die een probleem heeft with their liver met hun lever. So now I'm going to ask the question because I have the microphone. En nu wil ik de vraag stellen. Vandaag heb ik de microfoon. Is anybody is hier iemand in this room in deze plaats who has a condition with their liver die een probleem heeft met zijn lever? Hier okay. Iemand over there. Super. So daar. I want you to stand up. Meneer, ik wil dat je recht gaat. I want you to come and stand over here. En kom hier maar staan. Here. Hier. And sister, en zuster, I want you to stand up. Ik wil dat u opstaat. I want you to come. Kom. You get the word. The anointing is on you. U hebt het woord ontvangen. De zalving is op u. So, you, everybody watch. Iedereen stand kijkt. In front of him. Sta voor hem. Okay. Okay. Now we have a couple of situations here. This is a man and this is a woman. Dit is een man en een vrouw. Right? Okay. So there's certain protocol of the ministry. En er is een bepaalde protocol in de bediening. When you minister someone from the opposite sex. Als je bidt voor iemand van het andere geslacht. You always have to be very careful. Moet je goed opletten. When it comes to touching people. Als het gaat over mensen aanraken. Many times if I'm praying for a lady, I was asking, can I touch you? Can I lay my hands on you? Vele keer als ik bid voor een vrouw, zal ik vragen, mag ik mijn hand op jou leggen? And if the place. En als de plaats is a place where it's uncomfortable is waarin de for you ziekte is to touch the person of the opposite sex om een man of een persoon van het tegenovergestelde geslacht and aan you're te raken by yourself praying, en u bidt alleen, you know, if a lady has a problem in her breast, als een vrouw een probleem heeft in haar borst and you're a man, en u bent een man, you're not going to lay hands on her breast and say be healed, dan ga je opleggen en zeggen wees genezen. But what you would do is, maar wat je gaat you doen ask is, them, je vraagt hen, usually if I'm there, I will ask my wife to come, or I ask mijn vrouw vragen somebody om that haar I know hand to come, te leggen, of een vrouw vragen om haar hand daarop te I'll leggen, ask them, or I'll ask them to put their hands om zelf hun hand daarop te leggen, in the area in het gebied laat hun hand where they leggen, have the issue, in het gebied waar ze het probleem and hebben, then I'll put my hand on top. En dan ga ik mijn hand daar bovenop leggen. You see that? Zie je dit? Very important. Heel belangrijk. It's always have to, good to have a good protocol. Het is goed om een goede so protocol te hebben. So I'm going to use you as a demonstration. En ik wil je gebruiken als een voorbeeld. So the second thing. Het tweede ding. When we pray. Als we bidden. Remember, be positive. Wees positief. Be humble. Wees nederig. Be bold. Wees dapper, courageus. Be brief. Wees kort. It doesn't take a long when the word of knowledge has been given, it doesn't als take a long prayer. Komt, dan moet je geen heel lang gebed bidden. So when you will pray, als je bidt,
There are two kinds of prayers that you can possibly use. Twee soorten gebeden dat je kunt gebruiken. One is a prayer of petition. Het één is het vraaggebed. God, I ask you to heal his liver. God, ik vraag u om zijn lever te genezen. Okay. Okay. That's prayer of petition. Het vraaggebed. But there's a prayer of command. Maar dan is er ook het gebodsgebed. We are in agreement that God wants to heal. That's why he revealed the condition. Wij zijn akkoord. God wil het genezen, want God heeft het geopenbaard. So I put my hands and I speak to the liver. En ik leg mijn hand op de lever en ik spreek tegen die lever. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Maybe it's a spirit of infirmity. Misschien is het een geest van zwakte, van ziekte. Maybe I just have to rebuke the condition. Misschien moet ik de ziekte zeggen te gaan. And I speak healing over it. En ik spreek genezing erover. Command the healing to flow. Ik gebied dat de genezing vloeit. And I believe in my prayers. En ik geloof in mijn gebeden. And I have faith. En ik heb geloof. That God will use my prayers. Dat God mijn gebed to heal. Om te genezen. In Jesus' name. In de naam van Jezus. Amen. Amen. And then after the prayer. En na het gebed. You can ask them. Kan je hen do you sense any improvement? Voel je verbetering? Do you feel anything? Voel je iets? 60% of people that get prayed for feel something. 60% van de mensen waarvoor je bidt, die voelen iets. But it doesn't mean that if you don't feel anything, that doesn't mean that God is working. Maar het betekent niet dat als je niets voelt, dat God dan niet werkt. You understand? Begrijp je het? So this is the dynamic. I took time with this. Dit is de dynamiek. Ik nam er tijd voor om het te tonen. And that's what we're going to go faster now. En nu gaan we vlugger gaan. So I want you. Ik wil dat jij. To stand in front of him. Voor hem staat. And. Put your hands on your liver. Jij moet je hand op je lever leggen. And I want you to lay hands mag on. Mag je hand leggen. You lay hands on the liver. Leg je hand op zijn hand. And so, and then you can also, if you want to, you can also put your hands here. It's safer. It's also safe. Op zijn schouder and leggen. You pray. En je bidt. In the name of Jesus. De naam van Jezus. You command. Je gebied. The sickness to go. All right. What are they doing that next? Volgende. We're gonna go faster. You see the process. Next. Je ziet het proces. Here. Yeah. Oh, I saw right upper arm. Right rechter upper arm. Upper arm. A right rechter upper arm. So directly a symbolic thinking ons kicks symbolisch in. Symbolisch denken komt. This is extra biblical. Is dat staat niet in de Bijbel. Bible doesn't de say anything about arms. Ze zeggen niet veel over armen. So, but we understand. Maar wij begrijpen. Directly we go into interpretation. Direct gaan we interpreteren. What does that mean? Wat betekent dit? It means that. Het betekent. Perhaps the Lord wants to heal somebody. God wil misschien iemand genezen. That has a condition, die a problem probleem with heeft the upper. Met zijn rechter opperarm. Upper right arm. Zijn rechter is anybody that have a problem with the upper right arm, anybody? Over there. Why don't you step forward? Kom maar naar voor, meneer. And sir, kom. You heard the process. Stand here ja, and al, you lay hands on them. Same thing. Rechter upper arm hebben, sta maar hier en bid maar voor hen. Let's go. Okay, next. Doe maar, now let's go. You let them go and you go move to the next one. Go. There. Oorpijn. Ear. You saw an ear. Nee, ik heb hem niet gezien, maar ik kreeg het woord. Nou, we komen naar me toe. Oorpijn. The word came to him, ear, pain in the ear. Pain in the ear. Directly we kick into symbolic thinking. It can be different things. It can be ringing in the ear. Oorpijn kan ringen zijn in de oren. It can be infection in the ear. Het kan een oorinfectie zijn. It can be, you know. Schade in de oor. Doofheid. So, and because we don't really know, we're gonna say. We're going to go with a tissue principle. Wij gaan met het, and say, is anybody gaan, has a condition with their ear? Heeft iemand een probleem met zijn oor of oren? Where? Waar? There. Kom. There. Okay, stand up. Kom. Be over here. Jullie mogen daar gaan staan. Stand over here, sir. Jullie mogen daar and you pray staan, for them in the same voor manner. Bidden, op dezelfde manier. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. All right? Als jullie klaar zijn, all right. Weer gaan zitten. You pray. You pray and then you go back to your seat. U mag thank bidden, you. En dan gaat u terug naar uw stoel. Quick. Vlug. Thank God. Dank in God, Jesus' name. In de naam van Jezus. Amen. Amen. All right. Let's go forward. Yes, over there. Okay. The lower back. I felt pain in the lower back. Here pain we go. In de lagere. And, symbolic thinking. Yeah. Okay. And when you did a call. And I felt a very strong warmth in my hands and in my feet. Yeah, many times that's healing. Ze voelde pijn in de lage rug en toen ze de gebedsoproep deden, voelde ze een warmte in haar handen en haar voeten. Als je een warmte voelt in je handen of je voeten, vele keren is dat een teken dat er genezing aanwezig is. Many times is healing. Vele keren is het genezing. Many times when I start to pray for the sick, heeft or dat before ook I pray for the vele sick, keren als hij voordat hij gaat voor de zieken bidden, literally on fire. Zijn mijn handen in vuur.
it's sometimes an indication of the healing anointing. Het kan een indicatie zijn dat de genezing zal. So what was the other one before that? Lower back pain. Lower back pain. Lage rugpijn. Symbolic think anybody with a condition with their lower back. Lower back. Probleem met de lage rug. 1, 2, 3, stand up. Kom maar hier staan. Okay, stand over here and minister to them. Okay, guys, be bold, be short. Pray and release your faith, all right? Bid en zet je geloof vrij. In the name of Jesus, always. In de naam van Jezus. Okay, next. Volgende. Next. Volgende. Next. Ik zag een knie. He saw a knee. He saw a knee. Knee. Iemand anybody with a condition with a knee? Let's go. Over there. Kom, lieverd. Okay, come over here. Stand over here. Kom hier maar staan. And you pray for them. En u bidt voor hen. Same activities, same spirit. You pray in faith. U bidt in geloof. And let's move. Okay, next. Volgende. Next. Ja. Yes, over there, Sebra. Arthritis. Arthritis, arthrose, arthritis. Arthritis. Anybody arthrose, with a condition with arthritis? Iemand die arthritis heeft? Here? Okay, good. Step out here in the front. We always want to do prayer in the front, not in the back. Wij in the front, altijd where everybody can see. Vooraan, niet achteraan, zodat here. Mensen kunnen zien wanneer we bidden. Here. Kom hier maar staan, lieve stand over here. Yes, next, yes. Volgende. Ik zag nieren. She saw nieren. Ja, als plaatje. Kidneys. 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 Anybody had a condition with their kidneys? Nieren. Kidneys. Nieren. Kidneys, anybody? Yeah. Iemand problemen met de nieren? Yes. Kidneys? Ja. Where? Iemand? Where? Yeah, ja. Come forward. Kom, zij mag voor je bidden. Come forward. Come forward. Kom maar naar voor. Come forward. Ja, kom maar naar voor. We're not doing prayer in the back. We bidden niet achteraan, maar we bidden vooraan. Always come forward. Altijd kom maar naar voor. No ministry in the body, in the back, but here in the front. Bid niet voor mensen achteraan, maar dat iedereen het kan zien. Yes. Ja. Nederlands of Engels? Nederlands. Ik zag het woord heup staan. Hip. He saw the word hip. Maar ik zag ook een gezicht van een vrouw. And she saw a vision of a woman with hip. Okay. That's yes. Ik zag eerst het woord heup staan en toen zag ik een gezicht van een mevrouw. He first saw hip and then the face of a woman. Interpretation? Interpretation? Interpretatie? This is almost a literal word. Dit is een literaal woord, een letterlijk woord. So, heup en mevrouw. Is there a woman in this building? Een mevrouw hier. With a condition in her hip. Die een probleem heeft in haar heup. Come on. Where are you? Waar ben je? Raise your hand. Stick your hand up. A woman with a condition with her hip. Een mevrouw met een probleem. Just in front of him. Beautiful. Yeah. Step out here. Step out here. Step out here. Step forward. So, here's a perfect illustration. She's a woman, he's a man. He's not going to put his hand on her hip. Come forward. Come. Stand over here. So, you stand here. No. You stand here in front. So she had a condition in her hip. So this is exactly what I was talking about earlier. So he's not going to put his hand on her hip. Hij gaat niet zijn handen nemen en op haar heup leggen. Preferably, he will ask. Bij voorkeur gaat hij vragen. He will ask. If it was me, I'll ask my wife to als ik het put zo her vind, hands. Zo ik vraag dat mijn vrouw so komt, I'll put my hands on top so of her ik hands. De handen op de handen van mijn vrouw kan leggen. And? And if my wife is not there sometimes, als mijn vrouw daar niet you see is, me, you saw me calling people in the crowd to hug en people. En gisteren zag u mij dat ik mensen riep om mensen te komen omhelzen. So we can ask him to put his hand, to put her hands on her hip, and he will put his hand on top. Or you can say, Pastor Yanni, why don't you come? And you put the hands on the hip, and he will lay hands we on her. We kunnen zeggen dat zij haar hand op haar heup legt, of dat Pastor Yanni haar hand op de heup legt. Yes. Don't worry about it. It's symbolic thinking. The symbolisch denken. Were you here earlier? Was je hier okay. Vanmorgen? Yeah. It's symbolic. Okay? Denken. It's prophetic symbolism. Het is symbolisch denken. This is the language of God. Dat is de taal van okay? God. Now you have to pray in faith. Nu bid je in geloof. And command the condition in her hip. Deze pijn in haar the heup. The pain or whatever it is to go and ask God to heal her. En vraag dat God haar geneest. So now you ask her, you know, where's the pain? Waar is de pijn? Here. And ja. So, Yanni, so you would put your hand there. Yanni vraagt, mag ik mijn hand daarop leggen? And then, no, and then you. En jij. You put your hand on top. Je legt je hand op here, top. And now you exercise your faith. En nu
oefen je geloof uit. And be bold. En je bidt en wees krachtig en vrijmoedig. In Jesus' name. De naam van Jezus. Amen. Next. Amen. Nog iemand? Come on, these words of knowledge are coming forward. Ik zag een persoon en die stond 90 graden. En die had heel erg last van de rechterkant van de onderrugheup. En die kon niet op of om. 90 degrees and they had a lot of pain in the hip and the underback, the lower back. Yes, it's like standing 90 degrees. So it's like a 90 degrees. So it was a pain that was on the hip, but almost shooting on the back. Een pijn in de heup en de rug, zo. Like this, a pain, probably you would say a little bit shooting on the back. Iemand die hier pijn heeft on the back. In de rug, in de heup. Ja, en die kon ook niet, die kon ook niet op of om meer, dus die bleef ook even zo staan, zeg maar. And the person was standing like this. So it could be that somebody that has a hard time standing. Where? Iemand die een probleem heeft there. Om te staan. All right, come forward. Amen. Kom, we need a man for you. We need, okay, now this, the scenario is reserved. Nu is het scenario weer zo. Now it's a woman praying nu for a man. Nu is een vrouw die bidt voor een man. So we're going to do the same thing. Pastor Richard, doen. I want to ask Richard, you to go. Ik wil je vragen. So ask him, where is the pain? Waar is de pijn? So Pastor Richard, you put your hand Richard, and, Pastor Richard, leg je hand. And she will put her hand on top and zal pray. Haar hand daarop leggen en Amen. Bidden. Amen. Next, over there. Ik loop al een paar dagen met het woord. For a few days he has the word. En dat woord komt nu heel sterk bij mij and terug. The word comes strongly to him. Dat ligt misschien een beetje gevoelig, maar ik moet het zeggen. It's sensitive, but he wants to say it. Onvruchtbaarheid. Unfruitfulness. 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 So you get this word unfruitfulness. Je ontvangt dit woord onvruchtbaarheid vandaag. Not today. Yes, also today, but yes. It starts this week. Het begon deze week en ook vandaag. Well, unfruitfulness. So let's kick into symbolic thinking. Laten we eens gaan naar symbolisch denken. Symbolic thinking, unfruitfulness. Symbolisch denken. What can that mean? Wat kan dit betekenen? It can mean many things. Kan vele dingen betekenen. It can be somebody with a business that is not working. Het kan iemand zijn met zaken of een business die niet werken. It can be somebody that's trying to have children. Het kan zijn dat iemand die geen kinderen heeft, in that area. Die een uitdaging heeft in het gebied om kinderen te It hebben. It can be somebody that is trying to grow spiritually but always is having setbacks. Het kan iemand zijn die geestelijk wil groeien maar altijd weer setbacks heeft. It can be many things. Onvruchtbaarheid kan heel veel dingen zijn. You see how you process this? You cannot say it is this or that. Daarmee omgaat, we weten niet exact soms hoe wat het is. So the wisdom also to share with this. En de wijsheid om daarmee om te gaan. We're not, you know, you just say you ask the question. Dan kan je de vraag stellen. Is anybody that feels like is hier iemand die voelt that they struggle to bear fruits in their lives. Dat ze strijden om vrucht voort te brengen in hun leven. In other words, your fruit does not match your efforts. Dat betekent uw vrucht is niet gelijk aan al you de efforten die je erin zet. You share this word without embarrassing the person. En je geeft putting het woord in a generic way. Je geeft het woord op een manier dat de mensen zich niet oncomfortabel zullen voelen om niet de mensen naar beneden te drukken. Understand? Begrijp je het? So is anybody in this room? Is hier iemand in deze plaats? That feel like they're in that place die where they are not fruitful in the way that they feel like God wants them to be. Op de manier waarop dat God wil eigenlijk dat ze vrucht gaan dragen. Is anybody? Is over hier there? Iemand? Over there? Daar. Okay. At two. The back. Yeah. Three. Come forward. Kom maar naar voren. Come forward. Kom maar naar voren. Come forward. Kom maar naar voren. And you pray. And en you can ask them en privately. En u kunt hen vragen in privé. How you can pray for them. Kan ik voor u bidden? And you can release your faith en and u pray kan for geloof that. Vrijzetten en daarvoor bidden. All right, very good. Okay. All right, next. Yes. Volgende. Yes, ja. A lovely, lovely help. Onze liefdevolle helper. Linkerschouder, iets. Left shoulder. Pijn branden. Left shoulder. Left shoulder. Over there. Daar. Over there. Over there. Kom. Come over here. Come kom to the front. Hier. After you've been praying for, begin to do something you couldn't do. Move your back. Move your neck. En nadat we voor je gebeden hebben, doe iets dat je niet kon doen. Yes. 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 Next. Who's next? Nog iemand? Next. Okay. Very good. Oh, you there? You have? Ja? You have? De microfoon? Maakt niet uit. Ik ben bepaald bij de nek. De nek? Ja, en ik voelde ook pijn in mijn nek krijgen. He had pain in his neck. En ik ben bepaald bij stress. Stress. Neck pain from stress. Neck pain. Over there. Kom. Over there. Beautiful. Super. All right. Mooi. Very good. Awesome. Right now, prayer is still going on. Before we move into the next exercise, we need to check something after everybody's done praying.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you that the healing virtue of Dank God u, Heer, dat de genezende is working kracht in van this place werkt in deze plaats to produce ook. One more. Yes. Ja, tijdens het bidden had ik hele koude ellebogen. During prayer, she had very cold elbows. En zo dacht ik van, dat is van mezelf, doet she pijn. She thought it was from herself, they're hurting. En, maar het, ik denk, nou, dat is niks. En na de hand werd het ook warm. And then she felt the warmth in her elbows. Zo. Yeah. Iemand anybody? Die problemen heeft met zijn elleboog? Tennis elbow tennis condition. Elbow, whatever. Yes, problemen one, met two. De elleboog. Come forward, come kom forward. Kom maar naar voren. Come. Come and lay hands on them and pray. Kom maar en leg short je handen dynamic op hen. Prayers. Korte dynamische gebeden. Pray. Release the healing. Release Zet the healing. Zet de genezing vrij. We're not doing any counseling. Weet je, wij geven geen advies, Heer. Wij bidden alleen maar. Okay? Yeah. Okay? Listen. God is, you're the messenger. Just deliver the message. U bent de pray. Boodschapper. Bid. And it is gedaan. Pray and release your faith and sit down. Zet je geloof. We're not wij giving counseling sessions. We geven geen wij advies. Release of the word and pray. Bid en gedaan. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Korte gebeden. In the name of Jesus. Short prayers. Korte gebeden. We lose the healing. We lose the breakthrough. De genezing vrij, de doorbraak vrij. We lose the healing. We lose the breakthrough. De genezing vrij, de doorbraak vrij. We lose the healing and lose the breakthrough. We lose the healing and lose the breakthrough. Vrij. We zetten de genezing vrij. Everybody say this aloud. Say this aloud. The zeg healing. Dit met mij. The healing virtue of God. De genezende kracht van God. Say the healing virtue of God. Zeg de genezende kracht van God. Say the healing virtue of God. Zeg de genezende kracht van God. It's working in this room. Werkt in deze plaats. Right now. Op dit moment. To produce a healing. Om te bewerken een genezing. And a cure. En een genezing. Say it again. The healing virtue of God. De genezende kracht van God. Is working in this room. Werkt in deze plaats. Right now. Op dit moment. To produce healing. Om genezing te brengen. To produce miracles. Om wonder te brengen. In Jesus' name. In de naam van Jezus. Amen. 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 If you get prayed for, you go back to your seat. Als, you get prayed for. We still have more exercise. Je mag terug naar je plaats gaan als je gebed ontvangen hebt. Let's move quickly. Laten we vlug gaan, alsjeblieft. Those prayers, short prayers. Korte gebeden. Short and dynamic prayers. Korte gebeden. All right? Should be done already. Het zal al moeten klaar zijn. Short prayers. Korte gebeden. Short prayers, korte everybody. Gebeden, short prayers. Korte gebeden. No counseling session. Geen advies geven of just raad pray. Geven. Release the healing, release the faith, zet and move on. Zet de genezing vrij en ga voor. Amen. Amen. Hallelujah. You know, sometimes we think that the longer we pray, the more it will be effective. Soms denken mensen, hoe langer we bidden, hoe effectiever het zal zijn. Remember, we were in Ohio. We waren in Ohio. At the end of the meeting, we were going to go to the airport. Op het einde van de dienst gingen we naar de luchthaven gaan. To catch a flight. Om onze vlucht te nemen. And they brought a guy. En ze brachten oh, een man. He has a brain tumor. Oh, hij heeft een hersentumor. We didn't have time. En we hadden geen tijd meer. We just lay hands on him and said, "Be healed." We zeiden, "Wees genezen." In Jesus' name. In de naam van Jezus. And we left. En we gingen weg. Few weeks later, we got an email. En enkele weken later ontvingen we een e-mail. On Tuesday, he went. De dinsdag daarna ging hij. For the surgery to remove the brain tumor. Voor de operatie om die hersentumor weg te doen. When they ran the test. En toen ze de test deden. The first test they had before shows a tumor. De testen die ze voordien hadden toonden de tumor. The second test shows absolutely no tumor. Geen enkele tumor meer. Completely healed. Totaal genezen. All right. Hallo. So it's not how long you pray. Het is niet hoe lang je bidt. I was in a nation of Finland. Ik was in Finland. In Finland. In Finland. There was a man with stomach cancer. Was er een man met maagkanker. And somebody told him, "Come, this guy, God is using him." En iemand zei tegen hem, "Kom, die man die bidt voor genezing." When he stood in front of me. En toen hij voor mij stond. I put my hand on his stomach like ik this, and I said, hand op zijn maag. I said, "Miracle!" En ik zeg, "Wonder!" And I walk away. En ik wandelde weg. He was so disappointed. En hij was zo ontgoocheld. He was so sad. Hij was zo triest. He just touched me and said miracle. En hij zei, hij heeft mij gewoon maar aangeraakt. En hij zei wonder en hij bad zelfs niet voor mij. That was on a Sunday night. Dat was op zondagavond. He was bleeding before that. En hij bloedde voordien. The bleeding stopped. En de bloeding stopte. Tuesday he went to the doctor. En dinsdag ging hij naar de dokter. No more cancer. En er was geen kanker meer. The cancer was completely healed. De kanker was compleet genezen. Hello? Hallo? So you know, it's not a work of the flesh. Het amen? Is geen werk van just het vlees. Just move, pray and, beweeg, and bid, pray and release. En gedaan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Very quickly. What? Is that another word?
Okay. Sure. That will be the last one. Because, okay. Yeah, go ahead. Laatste. Zal ik het in Nederlands doen? Oké, okay, het was eigenlijk al toen je aan het spreken was. It was while you were preaching. I had my eyes closed and it was like I was looking into your eyes. And, instead of the poppetjes van je ogen, I saw presents. Two presents in your eyes. Ze zag twee cadeautjes in zijn ogen. So you saw gifts in my eyes. Je zag cadeautjes in mijn ogen. Haar haven in mijn ogen. What does that mean? Wat betekent dit nu? What? Sinterklaas. Sinterklaas. No, I'm Zwarte Piet. Amen. We're teaching about the gifts, right? We onderwijzen over de so gaven. Maybe God is showing to you. Misschien toont God u. You know that what I'm teaching is releasing the gifts. Ik onderwijs, zet de gaven vrij, zet cadeaus vrij, zet de gaven van de Heilige Geest vrij. That's an accurate vision. Dat is een mooi beeld. Amen. All right, very quickly, okay. We're going to move to the next exercise, but before we do that, daarvoor we dat doen. How many of you got prayed for because of a word or something? You received prayer. If you received wie prayer, raise your hand. Hand up. Raise your hand. Beautiful. Beautiful. Put your hands down. How many of you felt an improvement or you received a healing wie van after u prayer? Voelt er een verbetering of raise your hand. Na raise gebed. Your hand. Raise your hand if you receive healing. Als je just keep your hands up. Turn around. Of turn around. Je beter. And look. Kijk, draai we have op. A healing there, a healing genezing there, a healing daar, there. Daar, thank daar, God. Thank God. Amen. We'll take testimonies, but we don't have time. Okay. Let's move to the next exercise. It's going to be, we're going to do an exercise about symbolic. We gaan een oefening doen over symbolisch denken. Symbolic thinking. Symbolisch okay, you denken. Take it from there. You take it. Okay, we gaan de zaal in drie groepen verdelen. Eén, groep 1, groep 2 en groep 3. Oké? Okay? Als jullie allemaal een blaadje kunnen nemen, of je iPhone of je iPad, en dan wil ik vragen dat iedereen 4 woorden gaat opschrijven. But later we'll need you again. Heb je een blaadje gevonden of je iPhone of je iPad of een blaadje en een pen? Gewoon woorden die in je opkomen? Nee. Ik ga zeggen welke woorden. Ik ga zeggen welke woorden. Groep 1, zijn jullie klaar? 4 woorden voor jullie. Tranen. Tapijt. Bank en bus. Tranen, tapijt, bank, bus. Jullie hebben die 4 woorden ontvangen en schrijf daar nu naast wat bij je opkomt. Als je dit woord hoort, waar denk je aan? Oké, okay? Schrijf maar op. Tranen, tapijt, bank, bus. De tweede groep hier. Leeuw. Boom, juwelen, tv, televisie. Leeuw, boom, juwelen, televisie. Leeuw, boom, juwelen, televisie. Groep 3, telefoon, kaars. Vleugels, restaurant, telefoon, kaars, vleugels, restaurant. De eerste groep, de 4 woorden waren tranen, tapijt, bank en bus. De tweede groep, leeuw, boom, juwelen, tv. En de derde groep, telefoon, kaars, vleugels en restaurant. Schrijf maar op wat bij je opkomt bij die 4 verschillende woorden. Per woord. Als we symbolisch denken doen, dan gaan we eerst een keer kijken in het reservoir van het woord van God.
En als het woord van God daar niets over zegt, dan moet je met je eigen ingave of je eigen interpretatie gaan. En stop. Groep 1. Tranen. Iemand met de microfoon alsjeblieft, of twee mensen met de microfoon. Als jullie beiden kunnen naar groep 1 komen. En als we achteraan kunnen beginnen. En zeg gewoon een woord. Eén woord waar, wat je denkt. Tranen. Tranen. Ja, zeg maar. Ja. Mijn zoon. Mijn zoon. Haar zoon. Ja. Dood, verdriet. Dood, verdriet. Beker. Beker. Verdriet. Druppels, emotie. Pijn. Heeft blijdschap. Heeft er nog iemand een ander woord die bij tranen past? Van deze groep. Ja, sta maar recht, vlug. Zin mag dat ook. Trading my sorrows for the joy of the Lord. The joy of the Lord, de vreugde des Heeren. Ja, kom, vlug. Troost. Genezing. Gebeden. Maaier. Zaaier, sorry. Zaaier. Eén woord. Wimper. Wimper, ja. Zoveel verschillende interpretaties voor één woord. Zo, dus als je een beeld ziet, kan dat eigenlijk heel veel betekenen. Ja, de tweede groep hier. Leeuw. Begin ook maar achteraan, ja. Brullen. Brullen. Krachtig. Ja, leeuw, krachtig. Juda. Sterk. Moedig. Jezus. Leeuw van Juda. Ja, ik had binnen alles verslinden. Overwinning. Kracht. Nog iemand iets anders voor leeuw? Juda, maar ik weet niet of die al geweest was. De koning van de dieren. Juda. De koning van de dieren. Jezus, anders al geweest. Kracht. Roar. Roar. Ja, dat kunnen we goed zien in het woord. De leeuw kan de duivel zijn ook. Of de leeuw kan Jezus zijn. Oké? De volgende groep. Telefoon. Contact. Oud. Lachen. Lijntje met God. Contact. Afleiding. Verbinding. Communicatie. Dubbel op. Urgent. Verbinding. Dat is ook. Ja, het is al genoemd. Bijtensin. Nog iemand iets anders? Ja? Gebed. Gesprek hier. Nog iemand iets? Weten, horen. Afspraak. Afspraak. Super. Wauw. Hier, we gaan terug naar hier. Tapijt. Fitness. Zachtheid. Zachtheid. Super. Warm. Warm. Veiligheid. Veiligheid. Rusten kamer. In de Heer. Kamer. Niezen. Niezen. Wit. Wit. Huismeid. Huismeid. Polen. Polen. Polen, Polen ja. Wegstoppen. Wegstoppen. Huiselijk. Bedekking. Huiselijk. Bedekking. Bedekking. Decoratie. Stof. Decoratie. Ja, versiering. Versiering. Super. Hier, we gaan terug naar de midden. Rennen. Oh, nog iemand? Nog iemand iets? Wiebren, jij even begin. Kom een boom. Een boom. Leven. Mensen. Leven. Succes. Een eik. Schommel. Leven had ik ook. Gelovigen. Diepe wortels. Ja. Groei.
Leven. Wortels. Vrucht. Ja, ik had ook geworteld. Seizoenen. Seizoenen, ja. Standvastig vrucht. Standvastig vrucht. Wauw. Wachten. Zie je hoe speciaal de interpretatie kan zijn van iedereen? Volgende, hier roept hij. Kaars. Warmte en licht. Romantisch. Oh. Gezelligheid. Fik. Kerst. Branden. Openbaring. Intimiteit. Licht in de duisternis. Geur. Ja, bijenwas. Licht. Sfeer. Lichtpunt. Licht. Lichtdrager. Sfeer. Aangenaam. Feest. Ik weet niet de woorden, maar het is wel iemand als je je afwacht. Dat is iemand die ziet je op te letten. Dat waaiend komt niet. Opgebrand. Auw. Super. Intimiteit. Hier nog iemand van deze rij, we vergeten jullie. Oh, sorry. Intiem. Warmte en licht. De sfeer. No one puts a candle under a bushel. Ja, een korenmaat. Bijbelsvers. Diner of samen. Diner, super. Volgende, bank. Financiële voorziening. Relaxen. Ja. Slapen. Rustplaats. Rusten. Rust. Zitten. Wit. Loslaten. Rust. Uitrusten. Plek om lekker neer te ploffen. Geld. Rust. Zie je, een koppel en we zeggen bank en hij zegt geld en zij zegt rust. Zo dus, voor een man en een vrouw kan bank iets anders betekenen. Dat heeft te maken met je temperament, hoe je opgevoed bent, hoe je je voelt, waar je mee bezig bent. Ja, doe maar verder. Ontspanning. Geld. 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 Gezellig. Ik had ook geld en rust. Toch rust. Dan denk ik aan mijn man, dus die hangt altijd. Zachte bank. Tot rust komen. Ja, zachter. Intiem. Comfortabel. Geld. Ja, rust. Is al genoeg. Een nieuwe bank. Zitten. Meubel. Zitten. Kom. Volgende groep. Geld spinnen. Geld. Het volgende woord is juwelen. Schittering. Kostbaar. Kostbaar heb ik ook. Koninklijk. Goud. Goud. Een sieraad. Dierbaar. Rijk. Glans. Kostbaar. Schoonheid. Heerlijkheid. Kostbaar. Robijn. Ik was nog niet zo lang geleden bij een mevrouw en ze was een diamanten halskettingje kwijt. En als je sprak tegen haar over juwelen, dan dacht ze aan de boosheid van haar man. Aan verlies. Dus het kan ook te maken hebben met waar mensen door zijn heen gegaan. Ja? Het volgende hier, vleugels. Vliegen. Ja, ik dacht vooruitgaan. Ik dacht aan Narnia. Uitgaan. Opstijgen. Vrede. Vrijheid. Boven de situatie uitstijgen. Een nieuw begin. Engelen. Gaan. Uitstappen. Zwaan. Vertrekken. Engel. Vrij zijn. Hoger stijgen. Wegvliegen. Blauwe lucht. Vliegen. Vrijheid. Engelen. Adelaar. Is al gezegd.
warme landen. Adelaar. Vrijheid. Adelaar, drie keer. Vrijheid. Ja. Vliegen. Goed, super. Heb je het gezien? Heb je het punt gezien? Dat als hij zegt vruchtbaarheid, dat dat kan vele dingen betekenen. En dat als wij een woord ontvangen, dat wij heel gevoelig daarmee moeten omgaan. Dat wij niet zomaar iemand iets moeten in het gezicht zeggen, jij bent een adelaar. Wat betekent dat dan? Dat wij heel gevoelig en heel fijn gevoelig daar moeten mee omgaan, oké? Okay? All right, praise God. So this exercise expands your ability to think symbolically. Deze oefening helpt je om symbolisch te gaan denken. And so when you move in the prophetic, en als whenever, je het profetische beweegt, or in the word of knowledge, of in het woord van kennis, you'll be able to calibrate your mind. Dan zal je kunnen in je gedachten denken. Based on different scenario that God is projecting. En dan ga je aan verschillende scenario's die God projecteert kunnen denken. The next exercise. De volgende oefening. It's about, you know, using the memory about a certain person with certain characteristics. Is als je iemand ziet dat je gaat denken aan iemand anders die bepaalde karakteristieken heeft. And allow that to be a trigger for the prophetic flow for an encouragement. En dat je laat dat toe als je iemand ziet en je denkt aan iemand anders, en dan ga je die persoon bemoedigen door de kenmerken die die andere persoon heeft. So, bijvoorbeeld, you know, we had a conversation earlier. Wij hadden hier een conversatie. With some people in the back in the green met room. Met mensen in de green room. You said, en u zei, I've seen your face before. Ik heb uw gezicht al gezien. I don't know if it was spiritually or ik weet niet of dat het geestelijk was of niet. En u zei, ik heb uw gezicht al gezien. And I don't know if you remember, ik weet niet of u zich one of the eraan channels herinnert. Of communication we een talk about van it. De this kanalen is, this is that. Van dat God werd is, dit is dat. When you see something for the first time, you recognize it. Als u iets ziet voor de eerste keer, dan herkent u daar iets in. So sometimes the way this works is, en soms de manier waarop dit see werkt somebody, is, je ziet iemand, and there will be a flash memory about en je a hebt een flashback person with a certain characteristics. En je hebt een flashback van een persoon met bepaalde karakteristieken. You remind me of the type of a person that is a lawyer. Jij doet mij denken aan een persoon die net als een advocaat it's is. Just that strong impression that you have when you see the person. Ik heb die sterke indruk als ik u zie. Jij doet mij denken aan een advocaat. It's a prophetic trigger. Het is een profetisch trekkertje voor een profetisch stroom. You never thought about that before. Jij dacht daar nooit vroeger aan. You just introduced me to him and I talked to him and ik stel je aan hem voor en directly I have this. Direct heb ik een gedachte. It's a flash back memory about het is een geheugen, een flashback the characteristic van of de karakteristieken, of a person. De eigenschappen van een persoon. It works that for person. Het werkt voor personen. And sometimes it may not be a person, it may be an animal. Of misschien kan het ook zelfs een dier zijn. That doesn't mean that a person is the animal. Waar dat je aan denkt als je iemand ziet, dit betekent niet dat die persoon dat dier is. You see the good trait of that animal. U ziet de goede eigenschappen van dat dier. If it's an eagle. Als het een arend is. Maybe that means the person is prophetic. Misschien is die persoon profetisch. If it's a Labrador dog, maybe als it means the person is faithful. Labrador hond is, misschien is die persoon trouw. If it's a bear. Als het een beer is. Maybe it means that this person is a protective mother. Misschien or something is like that. Die mama een beschermende mama beer. So many times the prophetic is trying to pass through your spirit, through your mind, and you have these again is the tissue Kleenex principle. En het gaat opnieuw met het zakdoekprincipe of het Kleenex principe. And as you step into that, it's a prophetic trigger. Dat and is een move into that. Trekkertje en je gaat daar mee aan het werk. So, why don't you guys come? Why don't you guys come? You two come. Come. Don't worry. You may not recognize me, but I recognize you. Jullie herkennen mij misschien niet, maar ik ken jullie. From years ago. Van jaren geleden. 7 years ago. So we look at them. We kijken naar hen. So we're going to just use this exercise. We gaan die oefening gebruiken.
I want you to look at them. And so normally when we do this, we will sometimes break and ask you to look around and find what is called your prophetic target. En soms als je zo'n oefening doet, kan je ook je profetisch doelwit zoeken. Je kan rondkijken in de zaal. But now I'm giving you a target. Maar nu geef ik u uw doelwit. I want you to look at them. Ik wil dat u gaat kijken naar hen als een koppel. Of in de individu also? What kind of memory? Welk of a characteristic of someone? Is it individual or the couple? Is it them individual or the couple? It can be as a couple or as an individual. It doesn't als matter. Als jij een geheugen hebt of aan iemand denkt of aan iets denkt, als je naar haar kijkt, naar hem kijkt of naar hen samen kijkt. You remind me of a kind of person that knows how to work with their hands. Jij maakt dat ik ga denken aan een persoon die met goed met zijn handen kan werken. You remind me of a kind of person that is very judicious in your thinking. Jij laat me denken aan een persoon die heel gestructureerd is in zijn denken. Almost like a lawyer. Net alsof een advocaat. You very pay attention to detail. There's something unique about you that is like that. U schenkt aandacht aan details. Er is iets unieks met u. You remind me of a lady that is very protective. Van een vrouw die heel veel almost like a mama bear. Net als een mama beer. That will go after anything to protect her die kids. Die achter alles zou gaan om haar kind te beschermen. You remind me. U doet mij denken aan. You remind me as a hen that, as a chicken that covers her hand over her wings. Als een mama kip die haar kuikentjes onder haar vleugels. There's something about you that's special. You love your kids over jou die and you speciaal have is. U houdt van uw kinderen en er is een speciaal hart in u. Hallo. Do you see what I'm talking about? Zie je waarover ik spreek? This is how you flow into this. Dat is hoe je daarmee vloeit. And so it's a prophetic trigger to bring you into a prophetic flow. Om je in een geestelijke stroom te brengen. You understand? Do you see how I just demonstrated? Zie je hoe ik het getoond heb? Okay. Now I want you to tune, put your antenna up. Laten we onze antenne opsteken. I want you to look at them. En ik wil dat je naar hen kijkt. An opportunity to bless them. Remember? Het is een mogelijkheid om hen te zegenen. It's about edification, exhortation. Positief. We gaan ze bemoedigen, opbouwen. Where are my runners? My two runners. Alright, if you got something, okay. Raise your hand. Als je iets hebt, steek je hand op. Of sta recht. Maybe they can stand up. Sta recht, ja, dat zal ze goed kunnen zien. Ja, ik kreeg de indruk voor meneer. Dat u, ja, ik kreeg in mijn gedachten een wasbeer. En heb ik het even opgezocht. Ja, een wasbeer... voelen zich in uiteenlopende gebieden thuis. Van bos tot stad en van woestijn tot rivier. Ze zijn bijzonder handig. En als ik het zo voorlees, maar ik denk dat hier staat... kunnen kasten, afvalbakken en rugzakken in een mum van tijd leegroven. Maar ik denk dat het betekent... ik heb het idee, maar ik weet niet of ik dat zo mag zeggen... dat het betekent dat je, een soort van overvloed, dat het wel goed komt, zeg maar, of zo. Maar dat weet ik niet. You see how symbolic thinking evolved. Zie hoe je symbolisch denken werkt. She saw something. Zij zag iets. Or she received an impression. Ze kreeg een indruk. And then she got the knowledge about it. En dan had ze de kennis erover, of ging ze naar het internet. In more detail about what. Kom in meer detail uitleggen wat That's dat betekende. Good. Dat That's is goed. Good. That's good. Dat is goed. It's good to be prepared. Het is goed om voorbereid te zijn. And sometimes. En soms. These words are spontaneous. Other times, before you go into a meeting. Soms this voordat is just je an in exercise een dienst gaat. I'll encourage you to do. Ik wil je bemoedigen om to dat grow te doen. Into this, om te groeien when in you dit. Pray in the morning, als je bidt 's morgens. Plan your day. Plan je dag. With God. Met God. Ask him. Vraag hem who you're going to meet today, wie je zult ontmoeten who's vandaag, gonna call you, wie je zal opbellen. And if there's any word that you had for them, en of dat er een woord is dat u you aan hen kan geven, u zal versteld staan. And how you'll be prepared. Hoe u voorbereid zal zijn in uw gebed steeds next. Morgens. Let's move a little bit fast. Don't expand too much. Laten we vlug gaan, niet te lang. Ik zag twee rivieren bij elkaar komen. Naderhand dacht ik van, jullie zitten alle twee in het aanbiddingsteam. En ik denk dat het water vloeit, zodat het vloeit ook naar de mensen toe. Beautiful, beautiful. Mooi, mooi.
All of this is bear witness. Are you feeling encouraged? Bemoedigd? Je bemoedigd? All right, next. Yes, oh, there. Ik had voor de meneer dat hij een jeugdleider zou zijn, een goede jeugdleider. Passie voor jeugd. En voor mevrouw dat ze heel gevoelig is voor de Heilige Geest. En dat ze de liefde van de Vader mag laten zien. Beautiful. Yeah, something a little bit slight about, you know, when you get a word. It's a good word. It's a good word. We're not going to say that, you have to say you're good with youth. Als ik dat woord zou geven, dan zou ik niet zeggen, jij gaat een jeugdleider zijn. Dan zou ik zeggen, u bent goed met jeugd en iets in die lijnen. Begrijp je het? That's important. Dat is belangrijk. Just for, juist know, voor... Like just like you would not say to somebody, "You are God. Show me you are a prophet." Bijvoorbeeld, say, God, je ziet iemand en je voelt dat ze in profetische bewegen. Je zegt niet, je bent een profeet. You say you have a prophetic sensitivity about you. Je kan zeggen, er is een geest. It's just to protect and to not to allow anything to be misconstrued or mis. Je zou kunnen zeggen, er is een profetische gevoeligheid die u hebt. So that's good. Zie je het verschil? Je bent een profeet of er is een profetische gevoeligheid die je hebt. Het was goeder, mevrouw. It was very good. It was very good. Yes. Ja. Toen ik jullie zag, moest ik denken aan een hele oude billboard advertentie. Waar Ronald Reagan nog president was. Daar stond hij afgebeeld als een puppet. En de hand van zijn vrouw was in die puppet. Daarboven stond een titel van How Nancy is Reagan. En ik heb het gevoel dat wat God wil zeggen, dat jij als vrouw een hele belangrijke rol speelt in het leven van jouw man. In de manier waarop hij op het podium leiding geeft in aanbidding, en jij soms zelf ook. Maar dat jij gewoon echt je man tot bloei mag laten komen in de manier waarop jij achter hem staat in gebed en hem daarin ondersteunt. Beautiful, 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 mooi, mooi, mooi. Ja, Nancy Reagan stond naast Ronald Reagan als een sterke vrouw. Exactly. If you look at the background of this. Als je kijkt naar de achtergrond daarvan. Ja. Yeah. All right. Een sterke Next. Vrouw, lieverd. Next. Ik zag een samenwerking met jullie twee en het woord symfonie. Ja, yeah. Beautiful, beautiful. Woo. Ja, yes. ik zag jullie afzonderlijk. Ik zag jou, de dame. Zag ik als een kindje heel erg met heel veel vreugde kleuren, zeg maar. En ik zag hem ook met heel veel vreugde, dat hij aan het voetballen was vroeger. Dus ik zag heel veel vreugde bij jullie. Amen. All right. Okay, we take two more. And then, yeah. Ja, bij Janneke had ik een heel sterke indruk van een engel. En ik kan verder niet zoveel, maar het is een hele... Ja, krachtige impressie van een engel bij jou. En de vleugels. Amen. Very good. Yes, there we take that and that. Een zwanen-echtpaar en een liefdesrelatie. Sweet. Zij had het ook. She had the same. Wow, beautiful. Yes. Okay. Ik zag jou als een Maria... En ik zag bij jou het woord grondig en doorgronden. Dat je ervan houdt dingen uit te zoeken en dat heel grondig te doen. En ik zag bij jou echt het woord Maria uit de Bijbel. Aan de voeten van Jezus. Oké, very good. Oké, now. Oké, nu. Now. Nu. You receive all these prophetic words. U ontving deze mooie beelden, deze profetische woorden. So what are you supposed to do when you wat get so many words? Wat ga je daar nu mee doen als je zo'n woord ontvangt? So what you want to do is wat write them down. Is het opschrijven. Right? Ja. And you see what bear witness with your spirit. En je kijkt wat okay is met je geest. And you pray over them. En je bidt erover. And allow the Spirit of God to lead you. En je laat de Heilige Geest je leiden. Je and moet what je is testen. True for them en wat waar is voor all of us. Is waar voor ons allemaal. Amen. Thank Amen. You. Thank you. Hartelijk God bless bedankt. You. Amen. All right. Next exercise.
Next exercise. Volgende oefening. This exercise. Deze oefening. We call it Bible verse prophecy. We noemen het Bijbelvers profetie. Remember, one of the channels of communication was the word. Een van de kanalen van communicatie is de Bijbel, het woord van God. And so the word becomes a trigger for a prophetic flow. En het woord wordt een trekkertje voor een profetische stroom. So here's how it works. Zo werkt het. When you're praying for somebody, als je voor iemand bidt, there's going to be a Bible verse. Dan kan het zijn dat er een Bijbelvers on je opkomt. That will bubble out of your spirit. Die zal opborrelen uit je geest. Or that will come to you as an impression. Of die zal komen tot je als een indruk. And that is a trigger. En dat is een trekkertje. That is a trigger. Dat is een trekkertje. To go into a prophetic flow. Om in een profetische stroom binnen te gaan. Alright? Hallo? So? So? I'm gonna take you. Stand. Kom maar naar voren. I'm gonna take. Je mag hier staan misschien. Stand there. Someone from this. We need somebody from that side. Iemand van deze kant die graag zou willen komen. Kom, iemand. Don't be scared. Iemand die nog niet aan bod is geweest. Ja, kom. It's just to demonstrate. Anybody in this side here? Iemand daar. Ja, okay. Van deze kant daar. From this side, anybody? Yes, open the back. Oh. Kom maar. Yeah, come. So, again, always be positive. Alsjeblieft, altijd. Laten we positief zijn, laten we nederig zijn. Remember, the word is always for exhortation. Herinner u, het woord is om op te bouwen, te bemoedigen en te vertroosten. And sometimes all these categories will blend. En soms gaan al die categorieën een beetje samenlopen. Whether it is a flash memory of the characteristic of somebody. Of dat het nu een flashback is of van de karakteristieken van iemand or an of animal, een dier of or een werktuig. Symbolic expression. Of een symbolische expressie. With a Bible verse. Met kan ook gaan met een Bijbelvers. It will flow together. Het kan soms samenvloeien. With the Kleenex principle. Met het Kleenex principe. Right? Oké. Okay. So, if I'm standing in front of my sister here. Als ik voor mijn zuster hier sta. Praying bid, over her. Ik bid voor haar. A blessing. En ik wil graag een zegen zijn tot haar. And so I'm tuning in. Dan ga ik intunen. I want the way you tune in also. En een van de manieren omdat je kunt intunen is door te bidden in de tongen. Right? In tongen te bidden. I want the way you tune that antenna. Een van de manieren waarop dan we die antenne intunen is om in tongen altar, te bidden. Vele keren als ik bid aan het altaar somebody, en ik geef een woord aan iemand and I'm in front of a new person. En dan sta ik plots voor iemand anders. And again, the principle of hesitation. En ik heb altijd het principe van so I'll pray in tongues. Afwachten. Aarzeling. I don't know what's going on in your life. Ik weet niet wat er gaande is in je leven. I'm getting this Bible verse. Maar ik ontving dit Bijbelvers. Jeremia 29, verse 11. Vers 11. Ik ken de gedachten die ik over u denk, zegt de Heer. To give you thoughts of hope. Gedachten van hoop. To give you a future, a bright future. Een mooie toekomst te geven. I don't know what you're dealing with ik right now. Ik weet niet waar u nu mee aan het strijden but bent. But I feel like God has something special maar for ik you. Voel dat God iets speciaal voor je heeft. Halleluja. It's not determined based on what happened. Het hangt niet af van wat er met uw verleden gebeurd is of but wat it's er gebeurd that. Is, maar het is verder like dan I dat. I have this word for you. En ik voel dat ik dit woord heb voor u. All right? So I share this en in a very simple way like this. Op een heel eenvoudige manier met haar. You know, a Bible verse. Een Bijbelvers. Now, nu. If I'm, because I can go at a level where I am now, I can go, if I really want to go deep, sometimes then the world of knowledge will come. Als ik dat Bijbelvers geef en als ik wil diep gaan, dan zal plots een woord van kennis komen. Sometimes with a timeline, a soms date, met een tijdlijn, een datum. And then, again, that tissue principle. Dan komt dat zakdoekprincipe. Other times there will be even a condition maybe on the health. Misschien kan ik dan een woord ontvangen over een gezondheidsprobleem. Comes, you know, en het komt allemaal. So it could be something like this, you know.
I'm getting this scripture verse about your future, over uw toekomst, but also a sense that there's a scenario about your family where things have been fractured, waar dingen gebroken and zijn, where God is going to begin to bring a healing. God zal genezing brengen in je familie. But I also sense that you've been battling with a pain in, en ik voel ook dat in je your een back pain and hebt your neck. In je rug en in je nek. And I sense that God is doing a healing in en that area. Dat God genezing doet op dat I also see you standing on a crossroad. Ik zie je op een kruispunt decisions staat, that you have to make. Er zijn besluiten die je moet maken. And the Spirit of God is going to give you wisdom. En de Heilige Geest zal u wijsheid geven. And you feel so intimidated. En u voelt zich soms geïntimideerd. Because of the magnitude of what's door coming. De grootte van wat komt. But God said, maar God don't zegt, be afraid. Wees niet bang. I'm with you. Ik ben I'll met lead you. Ik zal I'll fight u leiden. Your battle. Ik zal voor u vechten. Hallelujah. Does that bear witness? Helpt dat u? Yeah. Yeah, so, je bemoedigt dat jou? So you see, so zie you je? Have these, so the Bible verse is a trigger kan een for a prophetic flow, voor een profetische stroom. But as you get into that, maar als je dat Bijbelvers geeft, you understand all these different en je dynamics, begrijpt deze verschillende dynamieken, the Spirit is going to begin to expand dan gaat de Geest into vergroten other areas. In andere gebieden. And all of this will come, en the al more dit zal you komen, move and flow in de the meer the je ermee beweegt, de meer Does je ermee sense? Omgaat. Amen. Zie je het? All right, God bless you, you can be okay. seated. Oh, dan so, another illustration. Hallelujah. Okay, now, yeah, what you guys, it's your turn. Okay. I demonstrate one, you demonstrate the next one. Where are my runners? Jullie hier al, ja, iemand die een Bijbelvers heeft voor haar, of iemand die een Bijbelvers heeft voor hem? Nou, ik denk yes. voor Ria, ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. God is aan het werk in je om je nog mooier te maken dan dat je al bent. Echt diep geestelijk in je intieme momenten met de Heer. Zal hij nog veel mooiere en diepere dingen aan jou openbaren dan dat hij tot nu toe gedaan heeft. Want hij is een geweldig nieuw werk in jou begonnen. Mooi, prachtig. Voor Ria. Psalm 27 vers 4. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd en dit zoek ik. Te verblijven in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven. En daarbij kwam ook nog meer in mij boven. En dat God je gaat brengen op een plaats van rust. Van een hele diepe rust en vrede. Voor die mevrouw ook. En hij de God des vredes heilig u geheel en al. In uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Had je ook nog een Bijbelvers? Ja, eventjes. Oké, okay, heb je het Bijbelvers? Geef het maar. He had to check to think the Lord is my shepherd. De Heer is mijn herder. We gaan verder gaan met hem. Maar ik wil de dynamiek veranderen. Jij mag gaan zitten, mevrouw. Dank u wel. Was je bemoedigd? Was je bemoedigd? Ja, super. Volgende. Niet alleen. Bijbelversen kunnen gebruikt worden als Bijbelversen voor een profetische stroom. Maar ook liedjes. Liedjes. De Geest van God kan liederen gebruiken als een profetische trekker. Wat kan er gebeuren als ik wil voor hem bidden en ik ontvang de woorden van een lied dat een profetische trekker wordt? All things are possible. Alles is mogelijk. Dat is wat ik krijg in mijn geest. Het is een lijn, een stroofje van een lied. En dat is wat God mij geeft als een trekkertje voor een geestelijke stroom. Wat betekent dit? Ik neem mijn symbolisch denken. Ik weet niet waarheen je doorgaat. Ik weet niet welk verslag je ontvangen hebt. Maar ik hoor in mijn geest, alles is mogelijk. En wat niet mogelijk is met God, met de mens, is mogelijk bij God. En het is niet door kracht, het is niet door geweld, maar het is door mijn geest. God gaat het doen.
Hang vast aan zijn woord. Op zo'n manier. God zal een wonder doen. God zal een wonder doen. Hij zal genezen. Hij zal voorzien. Hij zal vrijzetten. Oké? Of het kan een ander lied zijn. Het is nog niet gedaan. Het is nog niet gedaan. Het is alleen maar het begin. Kom, kom. We will sing over her. Kom, lieve mevrouw. Ja, kom, ja. We will have people sing over her. Yes, dank u wel. Iemand die uw antennes op. Al degenen die zingen en lofprijs zijn, vele keren, dat is hoe God je gaat gebruiken, profetisch. In de aanbidding is er een profetische dimensie in lofprijs. Waar soms God de zanger zal gebruiken om profetisch in een lied te bedienen. Ja, heb je een lied? Ja. Your ladder will be greater than your past. Uw latere dagen zullen beter zijn dan je verleden. Your ladder will be greater than your past. Uw latere dagen zullen beter zijn dan je verleden. Halleluja. Daar. Er is een stad met gouden straten, vol van Jezus' heerlijkheid. Er is een weg die daarheen leidt, daar is leven in eeuwigheid. Ja, ik moest heel erg denken aan een liedje van Delirious. Think about the song of Delirious. I could sing of your love forever. Ik kon zingen over je liefde voor altijd. Bent u iemand die graag zingt ook? U houdt van lofprijzing? Houdt u van lofprijzen, van zingen? Okay, amen. Amen, ja. Yes, super. Verheugt u gij, dochter van Sion, en jonkvrouw Jeruzalem, ja. Super. Rejoice, you daughter of Zion. Oh, ja. Yeah. Super. Oké, okay. De volgende oefening. De volgende oefening. Deze oefening is een beetje anders. Denk eens na over de christelijke woorden. Welke woorden gaan we gebruiken als we gaan profiteren en welke christelijke woorden gebruiken we? Ik wil dat we ze opschrijven. Kan iemand mij een christelijk woord geven dat mensen veel gebruiken als ze profiteren? Zegen. What does that mean? Blessing. Blessings, okay, blessings. Iemand schrijft het op alsjeblieft. Please write that, blessing. Wie gaat het opschrijven? Something very common. Ja, lieverd, zegen, schrijf maar op. What? Voorspoed. What is that? Prosperity. Prosperity. Water. Water, okay. Huh? Indruk. Impression, okay. So I am, so we have water, pressure, what else? Impression. Impression. I'm talking about prosperity. I'm talking about words that we use commonly when we prophesy. The Lord is going to bless you. Woorden dat we heel veel gebruiken in het christendom. De Heere gaat je zegenen. The Lord is going to prosper you. De Heere gaat je voorspoed geven. The Lord. The righteousness of his magnificent greatness is over you. Is over u. All right? Okay. Okay. But now, maar nu, the focus of this exercise is to train you to prophesy over people who are not Christians.
Weet je, soms moeten we spreken over mensen die geen christen zijn. They en don't die understand. Mensen begrijpen al die woorden they don't niet understand die christen all this zijn. Glory Zij begrijpen and blessing. Niet glorie en zegen en heerlijkheid. So, how can you give a prophetic word, a Hoe line of a prophetic word? Kan je nu een profetisch woord delen met iemand die niet christen without is? Without using Christian vocabulary. Zonder christelijke woordenschat te gebruiken. So you are in New York on the stock exchange. U bent in New York op de beurs. Or you are in Saudi Arabia with a sheikh. Of u bent in Saudi-Arabië met een sheikh. Or in Beijing with some Chinese businessmen of that in are not Christians. In Beijing they are met Chinese mannen die geen christen zijn maar boeddhisten zijn. It's not a Christian environment. Het is geen christelijke omgeving. But the Lord wants you to give them a word. Maar de Heer wil dat je ze een woord geeft. Okay. So, what? Okay, yeah. So a Christian word would be like this. Bijvoorbeeld een woord als dit. At 3 o'clock this morning, the Lord woke me up. Om 3 uur 's morgens heeft de Heer mij opgewekt. Opgewekt. He spoke to me. Ja, hij heeft met mij gesproken. He said, "Yay, my children." Hij zegt ja, mijn kinderen. I've seen your suffering. Ik heb uw lijden gezien. But there is a design. Maar er is een design. The Holy Spirit de is going to come over you. Komen over u. There's going to be something special en happening. En er zal iets speciaals in dat gaat gebeuren. In the next 5 days. In de komende 5 dagen. The Lord is going to turn things de around. De Heere gaat dingen omkeren voor u. The grace of God will sustain you. En de genade van God die zal je ondersteunen. The Holy Spirit will empower you. En de Heilige Geest zal je bekrachtigen. So the sheikh. Nu de sheikh. From Saudi Arabia. Van Saudi-Arabië. Doesn't understand. Begrijpt het the niet. The businessman. De zakenman. From the stock exchange in New York doesn't van understand. Van de beurs in New York begrijpt het niet. The Chinese government official. De Chinese man van de regering of officiële man begrijpt het niet. En ze zullen verward zijn als ze dat zegt tegen hen. Ze kennen God niet, ze zijn geen christenen. So how can you speak nu, hoe kan je on behalf of God spreken van God in a secular environment without being over religious? In wereldse omstandigheden bij wereldse mensen anybody wants en to try? Niet te religieus te zijn. Iemand kan het interpreteren of met eenvoudige woorden zeggen wat ik juist gezegd heb. Anybody? Iemand willen proberen? There, he's standing up. Sta je all right, recht. Doe come maar. On, give him the microphone. Okay. It's a family room. It's a family class. Ik hoorde iemand een keer zeggen, ja, je bent een heel blij persoon en je moedigt mensen aan. Je bent heel positief. He heard somebody say you are a happy person. You're very positive. Yeah, that's good. Goed. Goed. That's good. Super. That's ja, dat is een goed voorbeeld. Iemand anders yeah. die dat op een andere manier yeah. zou zeggen? Yes. In plaats van de doop een bad nemen. Instead of taking the baptism, you would take a bath. Maar als je nu een zakenman in New York ontmoet en je hebt het woord dat Guy ontvangen heeft gekregen, hoe ga je dat nu delen met die persoon? Begrijp je het als je nu een woord hebt om iemand te bemoedigen? If you know the richdom in the air, there is no compare the richdom that we have in the hemel with God, because God is also the queen has you. If you have also seen a queen in the air, there are many queens in the air. There are many cunning in the air, but nobody will be the same as the Lord, what we know. So if you know the heart of people here in the earth, it's just a few. When you know really the love of the Lord, is much more that you will know. Okay. So, all right. Pastor Richard, you want to try? Pastor Richard, wil je proberen? Hoe ga je nu een positief woord aan iemand overbrengen die niet christen is? Ja. Ik heb eigenlijk een vraag. Mag je dan, of mag je, is het goed om woorden te gebruiken als het goede en het he licht asked, en waarheid? Is it good to use the word the truth, the light, the truth? Ja.
Ja, de bron, een goede the bron. Source. Of er komt een er zal er zullen gratis dingen of zo op je pad komen. Er zal favor zijn voor jou. Way, you will have favor. In plaats van genade. Hebben. Gunst, ja. Ja, goede dingen komen naar je toe. Geef niet op. Ja, ja, dat. Yeah. Wordt dat niet te zweverig? You see how hard that is? Zie je hoe moeilijk dat is? Het is niet zo gemakkelijk. Iemand die nog een keer wil proberen? Come on, it should be. Ja, he will try. Ja, gaan we staan, Henk. In de komende dagen zal er een grote verandering in je leven plaatsvinden. In the coming days there will be a big change in your life. En je zult echt verrast zijn door datgene wat er gaat gebeuren. And you will be surprised with what happens to you. Excellent. 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 You see, we haven't thought about it. Yes. Do you refer to Jesus? You could. Or to God? You can. You can. The point is. Het punt is dat je niet te overreligieus voorkomt dat je de mensen afkeert. By the same time we want to be spiritual enough to deliver a message of God. Dat je genoeg bent om een boodschap van God te brengen. Without being super religious. Zonder te geestelijk te zijn. So that it's a turn off. Yes, you can say Jesus. Ja, je kan Jezus zeggen. You could, yes. Je absolutely. Kan. Zeker. Well, we're not talking about compromise. We spreken niet over een compromis maken. We're talking about the way of communicating. Maar we spreken over de woordenschat die je gebruikt om you te know that when Joseph was removed from prison, toen Jozef uit de gevangenis gehaald what does the Bible werd, says? Wat zegt de Bijbel? He shaved. Hij scheerde zich. He put a new garment. Hij deed een nieuwe jas. Why? Waarom? He was going to meet Pharaoh. Hij zou Farao ontmoeten. Many of us, we say we're going to meet kings and presidents, but we are not prepared to step into that platform and be used by God. I don't know if you've ever met a head of state. We have. When you have an audience with a president or prime minister of a nation, first of all, it is 15 to 20 minutes. It's 15 to 20 minutes. And when you come there, en als je daar komt, you wait in the room, there's je wacht in een kamer, a protocol person or whatever. Protocol. When you go in, als je binnen gaat, you don't speak to them, they speak to you. Spreek je niet tot hen, maar zij spreken. And when they speak to you, you answer. En als ze spreken, dan antwoord je hun vragen. And then you have your window. En je hebt je raam and you have je to venster, be prepared. En je moet klaar zijn. So if you're not prepared, en als je niet klaar you probably bent, miss the opportunity. Zal je misschien de kans missen. So this exercise, think about it ik wil dat je daarover nadenkt. Dat je woordenschat gebruikt die mensen very begrijpen. Quickly. Heel vlug. Let's talk about back-to-back prophecy and popcorn prophecies. Laten we spreken over popcorn prophecy or back-to-back prophecy. Let's take back-to-back. Popcorn prophecy very quickly. Laat me popcorn prophecy nemen. I just need one person. Ik heb één persoon nodig. To stand up. Om hier te komen staan. And to come here very quickly. Om hier te komen. One person. Heel vlug. Eén very persoon. Quickly. One person. Eén persoon, heel vlug. We're only going to use one per exercise because we're running. The time is okay. What this exercise is designed what is that oefening is voor we're all going to be prophesying. Wij gaan allemaal profiteren. But you can only say one word. Maar je mag maar één woord zeggen. To them. Tot hen. And the next person. En de volgende persoon. Has to build on the word that was said before that. Bouwt aan het woord dat zij gezegd hebben. Do you understand? Begrijp je het? So ask God to give you a word for her. And then if you have one, you raise your hand. Vraag God dat God je een woord heeft voor haar. And so you give that word and the next person you have heeft, to build on the last word. En dan moet je op dat woord bouwen. Okay. Okay. Just one word. Ja. Laten we als je één woord krijgt voor haar, sta dan recht. Eén woord maar. Vlug. Eén dochter. Woord. Yes. 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 Vertrouw. Yes. Trust. Yes. Yes. Edelsteen. Yes. Afhankelijk.
vergezicht, joy, vreugde, power, kracht, verfrissing, vrij. Ben je daarmee bemoedigd? Okay, very quickly, one of our last exercises. Pair up in groups of two, preferably. Not yet. We do that last. Very quickly. Group in groups of twos. Very quickly. Very quickly. Groepjes van twee. Very quickly. Vlug. Okay. Before this exercise, everybody sit. Yeah, two by two very quickly. But I need one person to be here in the front. En ik heb hier iemand nodig vooraan. One person here in the front. Iemand nodig vooraan. One person here in the front. Iemand nodig vooraan. So. This exercise is we're going to ask God to give us a picture. We gaan God vragen om een beeld te geven. A picture about this person. Een beeld over deze persoon. And then we're going to use the picture. En dan gaan we dit beeld gebruiken. As a prophetic trigger. Als een profetisch trekkertje. To give them a word of encouragement. Om hen een woord van bemoediging te geven. Anybody? Ask God to give you a picture. Sluit je ogen. Close our eyes. Over there. Wait a minute. Sluit je ogen. Close your eyes, but we already have one person, and ask God to give you a picture for her. En vraag dat God je een beeld geeft voor haar. We just take two because of time. You have there, but sister over there was first. Yeah, you go ahead. Sabra. Ik zag meteen het beeld van een vlinder toen je ging staan. She saw an image of a butterfly. Het is haar lievelingsdier. Okay. Het is haar lievelingsdier. Wat stelt een vlinder voor? Wat she said it's her favorite. It's her favorite. Freedom. Vrijheid. But she said it's her favorite animal. Yes. Okay. Ja. Yes. Ja, zeg maar luid op. De zon. Ik zag de zon. She saw the sun. The sun. Wat kan dat voorstellen, de zon? Ja, wat kan het voorstellen, de interpretatie? The warmth of God over your life. Okay, one more. One more. Ja, ik dacht aan een werkbij. Een volk die heel ijverig is om honing te vergaderen. En er zijn heel veel mensen die gewond zijn, ook in jouw omgeving. Ik denk dat heel veel mensen honing nodig hebben. Het drupt heel subtiel overal tussen, omdat het heel zacht is en helend. En ik denk dat God je gebruikt. Amen. All right, thank you very much. So we take. Okay, everybody, find your prophetic target. Iemand, somebody. Hebben iemand zitten of staan. You're gonna do the same exercise. You got 60 seconds. We gaan dezelfde oefening doen. One person. Listen, it has to be quiet. Don't talk. Laten we het stil maken. Laten we het stil maken. It doesn't have to take too long. And then you take turn. Just okay. Be quiet. Tune in. Let your antenna be up. Laat je and then antenna let's go for op zijn. It. En laten we stilletjes luisteren naar wat God wil zeggen. Ask God to give you an image. Misschien wil hij jou een beeld ask geven. Ask God to give you an image. Een indruk geven. Een woord and then geven. Interpret and use that as a prophetic trigger to encourage the person. En interpreteer het om de persoon te bemoedigen. You have 60 seconds. 60 seconden. 60 seconds. Be positive.
Wees positief. Be positive. Wees positief. Edification, exhortation. You have 15 seconds. Nog 15 seconden. 15 seconds. Nog 15 seconden. 15 seconds. Buzzer! Stop it, 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 stop it. Stop. Change, change. Verander nu. Find somebody else. Zoek iemand anders. Find somebody else. Zoek iemand anders. Find somebody else. Zoek iemand anders. Hurry up. Find somebody else. You can find me if you want to. Sixty seconds. Twenty seconds. Ten seconds. And stop. Everybody get back to your seat. Everybody get back to your seat. Anybody receive a word? Heeft iemand een woord ontvangen? You receive a word, raise your hand. Heeft iemand een woord ontvangen, steek je hand op. Anybody receive a Heeft iemand een woord ontvangen? Anybody receive a word? Raise your hand. Iemand die een woord ontvangen heeft, steek je hand Almost op. Almost everybody. Bijna praise iedereen. God. Anybody was encouraged? Was iemand bemoedigd? All right. What do you do with the word? Wat ga je nu doen met dit woord? You write it down. Je schrijft het op. You test it. Je toetst het. And you allow the process to go forward. En je laat dat het proces vooruit gaat. Amen. Amen. Okay, we're going to do two more things. Ik wil nog twee dingen doen. Let's take the city of Amersfoort. Wij willen de stad Amersfoort nemen. Amersfoort. Amersfoort. Just like you pray for individuals. Net zoals u bad voor mensen, individuen. Now I want you to think hier. About the city of Amersfoort. Nu gaan wij denken aan de stad Amersfoort. And ask God. En wij gaan vragen to aan give God you a word for this city. Om u een woord te geven voor deze stad. And then we want to proclaim that. En dan gaan wij dat over Amersfoort this proclameren. This is like prophetic intercession. Dat is net als profetische voorbeden. Get something in the spirit. U ontvangt iets in de geest. And then proclaiming what God is saying. En dan proclameert u wat God over zegt. Amersfoort. Over Amersfoort. Are you ready? Bent u klaar? Let's go. Laten we luisteren of Thank kijken you, of zien of horen. Amersfoort. Heer, wij vragen u om te spreken tot ons over Amersfoort. In Jesus' name. De naam van Jezus. Get something, it doesn't have to be long, just raise your hand. Als u iets ontvangt, het moet niet lang zijn, steek dan je hand op. Where are the runners? Waar zijn de lopers? We're going to take the rest of you. Yes, yes, yes. Is veel volk in deze stad, spreek vrijmoedig. Many people in the city speak boldly. All right, somebody write that down. Iemand kan het opschrijven alsjeblieft. Somebody Zodat write that down. Kan het iemand opschrijven? Wie gaat het opschrijven? Het hart. Oh, yes? The heart. Het hart. Hearts. Pray for the hearts in Amersfoort.
Oh, what? Is het de harten van de mensen of? Ah, Amersfoort is the heart of the country. Oh, beautiful. Amersfoort is het hart van Nederland. Yes. There. So that'll be a trigger to pray for the Netherlands. Yes. Ja, Amersfoort is de vrouw van vuur. The woman of fire. The woman of fire. Yes. Will be saved. Will be saved. Amersfoort zal gered worden. Yes. Vruchtbare aarde. Fruitful earth. Fruitful ground. Fruitful ground. Yes. Plat voor Jezus. What? Flat? Flat for Jesus. Flat for Jesus. Flat for Jesus. Ik zag een vlammenzee over Amersfoort gaan. He saw a flames of fire over Amersfoort. Fire over Amersfoort, yes. Ik zag een hele rechte lijn. He saw a straight line. Yes. Ik zal een krachtige muur zijn rondom. I will be a strong wall around. Yes. Dat is wel bijzonder. Ik had het ommuurde stad waar juist de muren vielen en dat de vrijheid kwam. Saw walls that were falling around the city for freedom. Ja, en ik zag dus oude stenen en ook de indruk dat God oude dingen wil, oude muren wil weer neerhalen, maar ook de juiste muren weer op wil bouwen en old zal bouwen. Old stones that were crumbling down and old stones are coming down and new walls will be built. So she saw walls, she saw crumbling walls, she saw old walls that came down and new walls that were built. Wow. Dus veel water in Amersfoort en dat gaat Amersfoort uitstromen. Blijf hier binnen, maar het gaat naar buiten. Amersfoort. Not inside streaming, but outside streaming. Beautiful. All right. Yes. Ik zag een hele felle zon over Amersfoort en ik zag de glory of God. The glory of God. Yes. Protection. 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 All right. I saw a very, very shiny light also over Amersfoort. So. Yeah. Een scherp licht over Amersfoort. Shining light. Yes. One more. One more and then we're going to pray. Stad op de rots. Stands on the rock. Jesus. Okay. We need two volunteers. Nog iets? Nog iets, meneer? Nog iets? Zeg maar. I saw an old city with old buildings. Then I saw a layer of snow making everything perfectly white and flat. But then the snow melted and out came a beautiful, beautiful city. Zeg het maar in het Nederlands ook. Okay. Hallelujah. Zeg het maar in het Nederlands. We need, yeah. In Nederland. Ik zag de stad als oude gebouwen, heel vies en goor. En toen kwam er een laag sneeuw overheen. Die maakte alles helemaal mooi wit en vlak. En toen de sneeuw smolt, was het een prachtige, prachtige stad. Wauw. Super. One more. Ik zag een frisse wind die weide door Amersfoort. En ik moest denken aan het woord zuiverheid. All right. We need two volunteers. We hebben twee vrijwilligers nodig. I want you to bring the information. We need two volunteers. Informatie maar, twee vrijwilligers. Come forward. Kom maar naar voren. Come forward. Kom. Yes, come. Okay, three is good. Drie one, two, three, goed. Come. Kom. Come. And so we have the information here. We hebben de informatie hier. And I want you to use that. En de woorden die je gehoord hebt op de informatie, wij gaan nu bidden voor Amersfoort profetisch. Prophetically is taking what God is saying wij gaan nemen wat and God releasing zegt over the city, en het vrijzetten over de agreement. Stad. En wij zijn allemaal akkoord. So you want to take a look at what was written and then you want to pray. Of kunnen jullie zich nog herinneren? Let's go. You can go. Yeah. Heer, ik bid op dit moment voor de stad Amersfoort. Vader, u kent de stad en u heeft als het ware de stad ook gebouwd. En Heer, in de muren die er staan op dit moment, die uw koninkrijk weerhouden. Heer, ze zullen neergehaald worden. Ze zullen neergehaald worden en er zullen nieuwe en goede muren worden opgebouwd. Heer, maar ik bid dat uw koninkrijk zal doorbreken en dat het als een vuur zal zijn. Maar dat uw glorie gezien gaat worden over heel Amersfoort. Yes, amen. Next, there, yes. Dank u, Jezus, dat er veel volk in deze stad is. En we proclameren dat uw naam op zal gaan boven deze stad als de zon der gerechtigheid. Dat die zal schijnen. Hier dat er geoogst zal worden. Dat er een geluid naar de vier windstreken uit zal gaan. En dat het water zal stromen alle kanten. We geloven dat dit het kloppende hart zal zijn waar Nederland naartoe komt. En van alle kanten gezegend zal worden om dat kloppende hart weer mee te nemen naar andere plekken. In Jezus' naam. Amen. Ja, Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we Amersfoort hier... Ja, plat mogen gooien voor Jezus. Heer Jezus, Amersfoort behoort u toe. Amersfoort en omstreken. En we claimen het voor u in de naam van Jezus Christus. En iedere muur die nog staat,
Heer, die zich tegen u verheft, die halen we neer in de naam van Jezus Christus. En we zeggen, Amersfoort is vrij gebied voor Jezus Christus. En we nemen Amersfoort hier en nu in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Can we do the same thing, one more thing, we do the same thing for the Netherlands. Kunnen we het nog één keer doen, maar nu voor Nederland? The Netherlands. Voor Nederland. It's going to be our last exercise. Onze laatste oefening. Let's ask God to give us different words and images for the Netherlands. Laten we vragen dat God ons gaat beelden the Netherlands. Over de Nederland of woorden geven voor Nederland. Thank you, Holy Spirit. Dank u, Heilige Geest. Dank u, God. In Jesus' name. De naam van Jezus. We release it now. Yes. Go ahead. Ik zag een grote windmolen en de wieken stonden open en de wind werd gevangen. Yes. Ik krijg vaderland. Ik moest denken aan het verhaal van de dorre doodsbeenderen. Dat we leven uit mogen spreken. Leven in dorheid, in droogheid, in dood. Dat het tot leven zal komen. Halleluja. Voor Jezus Christus. Halleluja. Ik had dijkdoorbraak. Ja, ik had ook dijkdoorbraak. Dat het water overkomt en we worden schoongewassen. Yes. Ik zag Nederland... De kaart van Nederland en dat lijkt op een leeuw. En de leeuw brult. Dus Nederland zal zelf brullen zoals de leeuw van Juda. Amen. Groene weilanden. Green. Ik zag een opwekking in Nederland. Revival. Ik zag huizen met de vlaggen rood, wit, blauw. En in het witte vlak stond ook Jezus. Wow. All right. Oh, ja, ik zag zaaiers met tassen met zaad, maar die hadden in een andere hand hadden ze ook een sikkel. Amen. Amen. Harvest, harvesting, sowing and reaping. Ik zag een oogsten. Yes. Ik zag de plattegrond van Nederland en overal werd gevlacht van boven naar beneden het hele land. Amen. Ik zag de leeuw van Juda die de plaats innam van de leeuw van Nederland. Waar een Nederlandse leeuw zegt, ik worstel en kom boven. Zegt de leeuw van Juda, ik heb overwonnen. Ik ben de koning der koningen. Amen. So we need three people. Oké, okay, yeah, one more. Een prachtige regenboog boven Nederland. Oké, okay, we need three people to come forward, to volunteer, to pray over these different words. Dat drie mensen komen bidden voor three Nederland. Three people. Come on, let's go. Woorden, specifiek. Let's go. One, come on. Two. We need one more. One more. One more. There. Here. Oh, okay. Yeah, here. Okay. Yeah, all right. All right, let's go. Let's go. Pray. Release it prophetically. Dank u, Vader, dat Nederland is als een leeuw die zich verheft, Heer. En dat er een brul uit zal gaan van dit land, Heer, over heel Europa. En we spreken tegen die leeuw. Dat iedere kerk zal opstaan als een leeuw die zich verheft. En dat de brul zal uitgaan. En ieder land in Europa zal schudden voor koning Jezus. Een grote opwekking die vanuit dit land zal voortvloeien. Over alle landen van Europa. We zetten het vrij in de naam van Jezus Christus. Halleluja. Ja, dank u wel Jezus. Dank u wel dat al die Nederlandse symbolen gewoon geen toeval zijn inderdaad. Een vaderland. Oranje kleur. De vlaggen. De rood, wit, blauw. Dat zijn allemaal symbolen van u, Vader. En ik dank u dat we mogen gaan zien. Dat alles wat we in Nederland zien. Ook als ik denk aan waar Nederland ook mee wordt geassocieerd in negatieve zin. Maar ik dank dat u dat allemaal omkeert. En dat u daar iets juist het positieve van inziet. Want het is allemaal, dat is allemaal een omdraaiing van wat u van plan bent. Dank u wel dat de leeuw brult inderdaad. En dat die windmolens, dat die uw wind vangen. Dank u wel, Jezus. Halleluja. Heer, ik bid dat de regenboog zichtbaar zal zijn over Nederland. En dat het niemand zal ontgaan. En dat er overal gevlacht wordt. En dat er door het doodsbeenderen op zullen staan. En dat getuigenis zo helder zal klinken. Dat heel Nederland zal zien. Dat u als leeuw brult. En dank u wel voor wat u geeft.
Vader God, dank u voor wie u bent, Heer. Ik dank u dat u een God bent van het verbond, Vader, en u komt uw woord na. Ik dank u dat het hele land, heel Nederland, zal overstromen van uw aanwezigheid. En dat u het land bedekt met aanbidding, Vader. Dat er een leger komt van aanbidding. En dat al het van de duisternis moet wijken in de naam van Koning Jezus. Wij proclameren uw overwinning over heel Nederland. En we zwaaien met de vlag van de liefde. Uw banier over onze liefde, Vader. Ik houd van u, Heer. Halleluja. Amen. We can see that you can get a word, but it's not to share with somebody. Dat niet is om te delen it's met iemand anders, maar dat woord ontvang je om te bidden. Okay, before we close this, is there anybody that was here today that never got a word of encouragement? Never got any words? Anybody? Geen woord van bemoediging ontvangen heeft vandaag. Is anybody? Is hier iemand? Everybody here received ministry, right? Iedereen heeft hier een woord ontvangen. Iemand heeft je een woord gegeven, een Bijbelvers, een bemoediging. Iedereen? Is er iemand everybody? Die geen woord ontvangen heeft? Is there anybody? Iemand die geen woord ontvangen heeft in de soundbooth? No, they didn't raise their hand. Okay, yeah, but I see him looking like. In the soundbooth, did you receive a word hebben in the jullie een woord ontvangen? Somebody minister, you got ministered to? You got ministered to in the back there, in the big soundbooth? She's shaking her head. No. Kom lieverd. Of is no? Ze vrouw? Nee. She doesn't want to. Wil ze niet? Okay. Okay. We never force. You never force prophetic ministry. De so I want to thank you. I want to thank you for participating. Om deel te nemen. Were you blessed? Was u gezegend? Were you blessed? Was u gezegend? Amen. Amen. So a lot of these, take these and Neem repeat these. Neem deze dingen en herhaal ze. Let us be part of your arsenal. Laat het deel zijn van je wapenen. And so these different. Waves, they marry each other. Ze trouwen met elkaar of ze zijn internal verweven trigger, met external elkaar. Trigger. Innerlijke trekkertjes, uiterlijke trekkertjes. Scripture. Bijbelversen. Images. Beelden. You know, all of these things, they work together. Al deze dingen, ze werken samen. And it becomes like a rhythm and a dance. En het wordt als een ritme en een dans. And so if you can do this, als u dit kunt doen, and so you begin to be dan positioneer jezelf zodat God je kan gebruiken. We always remember. Maar herinner je? We want to be positive. We willen positief zijn. People to edify them. Mensen bemoedigen en opbouwen. And comfort. Te vertroosten. No parking lot prophecies. Geen profetieën in de parking. Everything is done under the alles supervision of leadership. Alles wordt gedaan onder het overzicht van we de leiders. We don't give to people directional words. En wees heel voorzichtig met richtinggevende we woorden don't give die people aan relationship mensen words. Zeg niet tegen mensen dat ze met die persoon moeten trouwen, relationele words woorden. About babies. En wees pas op met babywoorden. Directly, we always bring it to leadership. Breng het naar de leiders. And let's have wisdom in sharing that. En laten we wijsheid hebben in hoe we iets delen. It's just for protection. Het is om jezelf te beschermen, oké? And if you do that, als u dit gaat doen, develop your the word exercise literally, if you look at it in the Greek, it's like working a muscle. In het Grieks alsof een spier bewerken of spier oefenen. Your ability to flow in the prophetic and in the word of knowledge, the gift of the Spirit, en om te is going to grow. The more you exercise. Om te bewegen in het profetische, in het bovennatuurlijke, groeit hoe meer je het oefent en het doet. Another exercise that we didn't do is it's een andere oefening die we niet deden learning is learning how to have treasure hunting, which is like leren om treasure hunt te doen, een schat hunt te doen. Getting information. Je ontvangt informatie over iemand. And ask God to lead you. En dan vraag je dat God people. Je gaat leiden naar de persoon waar je de informatie voor treasure ontvangen hunting. Hebt. Treasure hunt. That's one of the ways you do it. But dat you can train yourself je every day by praying and planning your day. En je kunt dit doen door 's morgens te bidden, je dag te plannen en te vragen aan God om je te tonen who you're going to meet, wie je gaat ontmoeten, who's going to call you. Wie je zal opbellen. And so on and so on. En zo verder and prepare en zo yourself. En bereid jezelf the Lord voor. Whispered to Samuel. De Heer luisterde saying, in het oor tomorrow, van Samuel. Morgen. There'll be two people visiting zullen er twee mensen op bezoek komen bij u. So God can begin to speak to you. God kan al spreken tot u persoonlijk. And so you develop this gift en in your u ontwikkelt personal life, deze gave in uw persoonlijk leven. And then it will be easier when en dan zal het gemakkelijker to zijn amen? Om te bidden voor anderen. Thank you, Pastor Richard. Dank u, Pastor for the Richard. God bless you. God I would encourage all of you get this book. If
if you want to learn more, you too can be used by God. Amen.